Ja, dankjewel. Ik ben inderdaad al jaren binnen. Ik heb mijn schaapjes op het droge, maar je gaat je thuis ook zitten vervelen bij Lingo en dan fiets je maar weer naar de binnenstad. Zo is het nu ook gegaan. Ik moet u zeggen, ik stond 3 dagen geleden bij de kruidenier. En er stond een man van mijn leeftijd achter mij en die zei, ja, ik zag dat je gaat spreken over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Ik zei, nou, daar gaat het helemaal niet over. Dat heb ik ook niet aangekondigd, volgens mij. Oh, zit, en dan kom ik niet. Ja. Dus mocht iemand denken dat het over Nederland en de Eerste Wereldoorlog gaat, dan gaat het niet over. Er is wel onlangs een aardig boek geschreven over Nederland als neutraal land tijdens de Eerste Wereldoorlog. We hebben daar ook een heleboel last van gehad, maar natuurlijk niet de last die de belligerenten ervan gehad hebben. En je hebt wel mensen die beargumenteerd hebben dat bij ons de 20e eeuw eigenlijk pas begonnen is op 10 mei 1940. Dat wij eigenlijk voor die tijd geen benul hadden van wat de 20e eeuw zou kunnen brengen. Dat is een tikkeltje overdreven, denk ik, maar het is wel een aardig gedachte-experiment. En dat zou kloppen met een veelgehoorde theorie die er ook al in de 19e eeuw was, dat Nederland eigenlijk altijd ongeveer een halve eeuw achterloopt bij de rest van de wereld. Of dat nog zo is, is niet mijn indruk. Ik heb hier een iPhone liggen, dus ik ben volledig bij de tijd. En ik wist niet dat het kon, maar hij is nu op vliegtuigmodus gezet. Ik hoop ook niet dat de separatisten ook de aula als een vliegtuig zullen beschouwen. Dat zou niet best zijn, want er staat wel een klein vliegtuigje linksbovenin, maar de mop is dat je dan toch kunt zien hoe laat het is en hij kan niet gebeld worden, hij kan geen geluid maken. Laatst liep ik gewoon over straat en toen begon de iPhone te blaffen in mijn broekzak. Ik had daar geen opdracht toegegeven, maar het schijnt mogelijk te zijn dat, en je schrik je de takken, hè. Ja, ik denk de Hound of the Baskervilles of zoiets dergelijks. Hij doet voortdurend dingen eigenlijk die ik niet wil. Dat vind ik wel een groot bezwaar eigenlijk van de iPhone. Maar nu niet de tijd langer verprutst. Op weg hierheen dacht ik eigenlijk. Ik zou moeten beginnen met Duitsland natuurlijk. Als je de geschiedenis van Europa wil schrijven in de 20e eeuw. Dan is dat eigenlijk de geschiedenis van Duitsland. In 1914 was Duitsland al de grootste industriële macht van Europa. Het had net Engeland gepasseerd, een jaar eerder, in 1813. En het beschikte evident over veel grotere dynamische groeimogelijkheden dan Engeland. Dat is ook wel gebleken in de loop van de eeuw. En als we nu in 2014 zijn, kunnen we niet anders besluiten dan dat Duitsland in feite de leidende mogendheid is van Europa. U weet waarschijnlijk wel van die anekdote van Kissinger, die zei, ja, Europa bestaat helemaal niet, want Europa heeft geen telefoonnummer. Maar stel voor dat u Europa zou willen bellen en nou ja, misschien krijgt u Frans Timmermans aan de lijn, die u in alle 28 talen van de huidige gemeenschap zou kunnen toespreken. Hij oefent nu op het Albanees in verband met de associatieverdragen die we daarmee sluiten. Dan spreekt hij 29 talen vloeiend. Het is natuurlijk zo dat je bij 25 van die talen totaal niet kunt controleren of het wel vloeiend is, ja of nee natuurlijk. Bij Duits heb je nog een vaag idee, Engels, idem dito. Maar of zijn Italiaans tip top is, of zijn Spaans of zijn Portugees, ik zou het u niet kunnen vertellen. En zoals gewoonlijk geloof ik er ook geen donder van. Goed, Duitsland. Nee, wie zou je bellen? Je zou Angela Merkel bellen. Duitsland is ook na een laten we zeggen, moeilijke periode waarin het in feite de hele DDR verslonden heeft. Waarin het 2000 miljard euro heeft uitgegeven om de DDR weer boven Jan te helpen. Geen enkel Europees land had zich een dergelijke uitgaven kunnen permitteren behalve Duitsland, is het toch weer de leidende mogendheid van Europa. 80 miljoen inwoners, verreweg de meest succesvolle exporteur in Europa. In feite hoort het tot de 3-4 belangrijkste exporteurs ter wereld. De Chinezen exporteren met zijn 1300 miljoen, maar ietsje meer dan de Duitsers met hun 80 miljoen. Het scheelt natuurlijk ook of je gymschoenen exporteert of Audi's. Hoewel die tegenwoordig in China gemaakt worden. Ik weet niet of u die foto heeft gezien
van die vergadering van het Chinese politbureau. En daar stonden wel 10 verlengde Audi's voor het gebouw. En dan denk je toch, de arbeiders hebben volledig getriomfeerd. Dit is de toekomst. Dit is de vrijheid van de mensheid die daarbinnen wordt gevierd. Namelijk om een zwarte verlengde Audi A8 te kunnen kopen. En als u zou kijken naar de Eerste Wereldoorlog, en we gaan dat zo doen, want wat ik nu wel ga bespreken is namelijk de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende die de Eerste Wereldoorlog in de Europese geschiedenis heeft veroorzaakt. En we zullen zien, het centrale probleem na de Eerste Wereldoorlog is Duitsland. En als we ver genoeg komen, zult u zien dat het centrale probleem in Europa na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland. De Koude Oorlog begint niet omdat de Russen en de Amerikanen elkaar per se helemaal niet wilden leiden, maar het gaat over Duitsland. En dat ze andere ideeën hadden over wat er met Duitsland moest gebeuren. En het interessantste is, Duitsland herstelt zich tussen 45 en 55 in 10 jaar eigenlijk als producent volledig van de schade die in de Tweede Wereldoorlog was geleden. En in alle jaren van de Europese Unie is het eigenlijk Duitsland wat ook valutatechnisch in feite het ankerpunt is. En als u er even over nadenkt, dan beseft u eigenlijk wel diep in uw hartje dat de euro gewoon de D-mark is. Maar dan voorzien van een vage, steeds vager wordende illusie van de Franse kant dat de Fransen er ook iets over te vertellen zouden krijgen. En u weet, ze hebben er niks over te vertellen gekregen. U weet wie de avond nadat Hollande geïnstalleerd was als president van Frankrijk, ging hij toen een glas wijn drinken in Parijs? Nee, hij nam een speciaal vliegtuig waar geloof ik nog bijna de bliksem ingeslagen is. Dat zou pas symbolisch zijn geweest natuurlijk. Hij nam een speciaal vliegtuig en is met Angela Merkel gaan praten. Dat geeft wel een beetje, denk ik, de verhouding in Europa weer. En ik las laatst in de Kwaliteitskrant, en dat is toch een opmerkelijke zaak, want u weet, die krant heeft altijd gelijk. Vraagstuk, wat is de Kwaliteitskrant? Sommigen van u denken, dat is de Trouw. Dat denk ik niet. Een enkele verdwaalgeest denkt, dat is de Volkskrant. Dat denk ik ook niet. Die hebben mij eruit gegooid als columnist, dus dat moet een waardeloze krant zijn. Ja, weet u waarom ze mij eruit hebben gegooid? Omdat de redactie het niet eens was met mijn opvattingen. Terwijl ik dacht altijd, mijn leven lang heb ik gedacht dat de columnist volledig vrij was om te schrijven wat hij wilde. En dat nou juist de charme van het columnisme is dat die columnisten dingen schrijven die de hoofdredactie niet blij maken. Dat is het idee. Kijkt u naar de grote Amerikaanse kranten. Die hebben allemaal columnisten die dingen schrijven die anders zijn dan wat de hoofdredactie van die krant denkt. Neemt u de New York Times voor de aardigheid. Maar zo niet bij de Volkskrant. Ik wist het niet, maar ze hadden veel beter meteen bij het begin een brief kunnen schrijven. Het is wel geboden dat je als columnist precies denkt wat Pieter Broertjes ook denkt. Hij was toen hoofdredacteur. Nu is hij burgemeester van Hilversum geworden, wat naar mijn idee een vrij terechte straf is. Ja, de heren straft snel en medogenoos, zoals u weet. Ja. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar is het niet zo dat tijdens de Koude Oorlog Rusland, Sovjet-Unie toen en de Verenigde Staten prominent aanwezig waren in Europa? Ja, dat is absoluut waar. Maar waarom waren die beide reuzenmachten, één, nou ja, was minder sterk dan wij dachten, en de ander, daar viel het wel mee, waarom waren die aanwezig in Europa? Omdat ze allebei nodig waren geweest om Duitsland te verslaan. Dat stond nog wel een leuk. Ja, een van de meest amusante dingen die ik laatst hoorde was, er zat weer zo'n generaal buiten dienst bij een nieuwsuur, geloof ik. En ze hebben er allemaal generaals buiten dienst. Waarbij ik van Kappen wat het indrukwekkendste vind. Want al moet je maar zo pletten, altijd over 48 uur zal de Derde Wereldoorlog beginnen. Het einde der wereld een aanvang nemen. De meest verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Een nieuw boek wordt opengeslagen. Nou ja, ik ben altijd doodnerveus. En dan ben je weer blij dat er na 48 uur helemaal niks gebeurt.
Het gaat helemaal een nieuw boek open, er is ook geen nieuw hoofdstuk begonnen. Maar dan vind ik het wel gek dat Van Huismans niet tegen Van Kappen zegt, hoe is het met dat nieuwe hoofdstuk? Kon u het niet vinden of zo? Is de boekenlegger zoek geraakt of is uw boekenkastje omgevallen met apocalyptische werken? Nee, hij mag daar gewoon. En dat is op zichzelf wel bemoedigend. Mocht u ooit worden aangezocht als tv-deskundige, bent u natuurlijk in eerste instantie vrij zenuwachtig van hoe zal dat gaan. Ik moet wel iets zeggen wat verstandig is en wat een beetje hout snijdt. Dat is helemaal niet nodig. U kunt avond in, avond uit het meest fantastische gelul voortbrengen, want iedereen is de dag daarna compleet vergeten wat u gezegd heeft. He? Ik weet deskundigen in Nederland die bij alle belangrijke vraagstukken van de afgelopen 13 jaar volkomen ongelijk hebben gehad. Ik ga nou geen namen noemen, dat is kinderachtig. Maar u kunt ze zelf ook wel raden. Heeft dat ervoor gezorgd dat ze niet meer gevraagd worden vanwege gebrek aan deskundigheid? Nee, helemaal. Het heeft geen enkel effect. Integendeel. Het zijn vooral de mensen die gelijk hebben gehad. Nou ja. Het is ook een geliefd punt tegenwoordig, zowel op de tv. De Derde Wereldoorlog is sowieso een geliefd punt. We hebben er, zoals u weet, twee gehad. Eén, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk heb je wel eens het gevoel dat er een onbewust verlangen is naar een Derde Wereldoorlog. Iets verschrikkelijks, zodat we helemaal totaal overnieuw kunnen beginnen. Want je kunt geen scheet laten in de internationale politiek of de Derde Wereldoorlog gaat beginnen. Weet u nog 11 september? Ging ook een verschrikkelijke strijd beginnen tussen het satanische kwaad van het jihadisme aan de ene kant, hè, en het Vrije Westen aan de andere kant. Nou, ik weet niet hoe het met u staat, maar ik ben er niet van onder de indruk. Ja, dan komt u weer met dat ISIS aan boord. Hè. Hoe zijn we daar aangekomen? Door die stomme Amerikaanse interventie. Dat heeft u toch zeker wel begrepen. Hè. Als Amerika ergens interveneert, weet je zeker dat er nog een halve eeuw onbeschrijfelijk ellende volgt. Nou, misschien niet in Europa, maar wel alle andere interventies. Ja, dat hebben we aan te danken. En nou ja, het is wel, ik moet u zeggen, ik sta 100% achter de strijd tegen ISIS in Den Haag. Het zou mij niet verbazen als Van Aartsen ook in het diep, waar was die met vakantie? Maar in het geheim was die natuurlijk naar Raqqa gevlogen om zich te laten bekeren tot het radicale islamitische geloof. Dat is mijn theorie. Het begint in de Schilderswijk en dan als een enorme inktvlek zal het langzaam over Nederland zich uitbreiden. Dat je binnenkort hoort dat Voorburg islamitisch is geworden. He? Dat zal ze trouwens bitter teleurstellen, maar goed, de islamieten dan. Ik vind u dat ook. Nou ja, waarom daar zo raar op gereageerd wordt, ik weet het niet precies, maar kennelijk hoort. Maar goed, de Derde Wereldoorlog staat voortdurend op uitbreek. En wat u weet, nu hebben we de Oekraïne en u kunt er vergif op innemen, lange stukken in de kranten. Van Kappen met zijn hoofdstuk of zijn boek of zijn encyclopedie of wat er dan precies ook open gaat binnenkort, de Derde Wereldoorlog gaat beginnen. Is dat zo? Nee, dat lijkt me helemaal niet zo. Ik zou werkelijk stom verbaasd zijn als dat het geval was. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan een in feite dieper structureel probleem wat te maken heeft met historische analyse. U weet, als er ergens een dictator in de wereld boven komt drijven die gekke dingen doet, dan staat er meteen een stuk in de krant een nieuwe Hitler. Dat is geen nieuwe Hitler. Een dictator in Rwanda is heel vervelend voor de Rwandezen, maar het is niet vervelend in de zin waarin Hitler vervelend was voor de wereld. Hitler was namelijk dictator in een van de machtigste Duitsland, machtigste landen ter wereld. Op dat moment waarschijnlijk het op één na machtigste land ter wereld na de Verenigde Staten. He, dus dat is niet alsmaar een nieuwe Hitler. En dat is het probleem van historie. Soms ben ik zo wanhopig dat ik denk, elke vorm van historische kennis zou uitgewiet moeten worden. Weg daarmee met historische kennis. Want het is altijd, blijkt het, waardeloze kennis te zijn. Er wordt altijd geredeneerd in simpele analogieën. Het ging toen zus en het lijkt er een heel klein beetje op, net als alle mensen op elkaar lijken, hè. Twee benen, twee armen, als het als niet al te veel misgegaan is in de loop van je leven. Er zit een hoofd op met een neus en zo, maar
ja, toch zijn de verschillen vrij aanzienlijk tussen die mensen. En zo is het eigenlijk ook met historische situaties. Er kunnen wel vage overeenkomsten zijn, maar de dynamiek van die situaties is volkomen ingrijpend verschillend. De huidige situatie in de wereld is totaal anders dan de situatie in 1914 was. In 1914 zijn alle grote mogendheden ter wereld, Amerika pas na 3 jaar, met elkaar slaags geraakt. En die hebben het alleruiterste gedaan om elkaar te vernietigen. Productietechnisch, organisatorisch, militair, gaat u maar door. Vergelijkt u nou eens Rusland, het Rusland van Poetin, met het Westen. Waarbij we even voor het gemak de EU bij de Verenigde Staten optellen. Rusland is een pygmee, machtspolitiek gesproken. Een pygmee. En dan nog een invalide pygmee. He? Niet zomaar een pygmeetje. Dan zult u zeggen, ja, maar er zijn toch Russische troepen in de oostelijke Oekraïne? Ja, er zijn Russische troepen in de oostelijke Oekraïne. Omdat dat valt binnen de strategische invloed van Rusland. En omdat wij hebben gezegd in het Westen, overigens ben ik het daar 100% mee eens, dat we niet van plan waren om een schot te lossen voor de oostelijke Oekraïne. Dat maar langs diplomatieke weg of enige andere weg zou moeten worden opgelost. Maar vergeleken met het Westen is Rusland een pygmee. Een invalide pygmee. Misschien dat ze zo'n elektrisch wagentje hebben gekregen vanwege de WMO, dat weet ik niet precies, maar het is een invalide pygmee. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan geloof ik dat het Westen, de EU plus de Verenigde Staten, een bruto binnenlands product hebben van $34.000 miljard. En het bruto binnenlands product van Rusland is ongeveer $4.000 miljard. En erg sterke groei zit er in feite ook niet in. Ik hoorde ook zo'n deskundige op de televisie zeggen, ja, we hebben zo bezuinigd op de Nederlandse krijgsmacht, dat is een ramp voor de verdediging van Europa. Maar de NATO spendeert per jaar 10 maal zoveel aan zijn militaire apparaat, of diverse apparaten, dan Rusland aan zijn militaire apparaat spendeert. Dus ja. En dan is er nog iets wat helemaal niet analoog is. Helemaal niet, dit ook al niet, maar dat is ook zin. En dat is het feit dat in 1914 de leidende politieke en militaire elites een oorlog zagen als iets wat je best kon doen. Als een nuttige oplossing voor specifieke vraagstukken die op dat moment in Europa speelden. Of het nu Balkanvraagstuk was, of de groeiende macht van Rusland. Men dacht, nou ja, zo'n oorlog, dat kon nog wel eens gunstig voor ons uitpakken. Terwijl nu weet iedereen, zelfs Poetin weet dat, dat een oorlog, een omvangrijke oorlog, ik heb het even niet over dat prutswerk in de oostelijke Oekraïne. Ik weet niet of u die vrijwilligers hebt gezien, die uit zo'n busje werden geladen. Ik dacht, ik ga hem ook opgeven. Ik zei, oh, ja. Het waren allemaal wat oudere, dikke mannen. Die slecht geschoren waren. En ook een beetje mijn wiebelende gang hadden. En ze hadden er nog wel aardigheid in. En ze kregen achteruit het busje kregen zo'n AK-47 aangereikt. En toen werd gezegd, eerst gingen ze een beetje oefenen. Ik welke kant je op moest schieten. En dan zouden ze naar het front gaan. Ik denk, nou, dat ziet er goed uit. Ja. Ik was er niet van onder de indruk. Ja, er schijnen 1000 man naar Russische troepen te zijn. Dan ben ik er nog niet erg van onder de indruk, moet ik u eerlijk zeggen. En dan denk je ook strategisch van dat plaatsje, hè, in die hele lange weg langs de kust naar de Krim toe. Dat lijkt mij militair gesproken nou een onderneming. Nou ja, misschien dat generaal van Kappen het nog wel iets vindt, maar ik denk dat de Duitse generale staf het niet interessant zou hebben gevonden. Om eens een instantie te citeren op dit punt. Dus nee, er is geen enkel vergelijk tussen de zomermaanden van 1914 en de huidige situatie in Europa. Laat u ook niet bang maken. Zeg niet bij uzelf, oh jee, ik wacht even met het babytje tot de oostelijke Oekraïne is geregeld. Hè? En dan nog, als de oostelijke Oekraïne naar Rusland gaat, wat dan? Is dat zo, u weet wat daar staat, allemaal totaal verouderde industrie. Die in de komende decennia onvermijdelijkerwijs allemaal gesloten en opgeruimd zal moeten worden. Waar geen enkele toekomst in zit. Sowieso, de hele Sovjet-Unie
had, zoals iemand was, heel geestig zijn, met ongekende inspanningen heeft de Sovjet-Unie in 1980 de industrie gecreëerd die Duitsland in 1880 had. En dat bleek me wel een hele aardige beschrijving eigenlijk van de gebeurtenissen. Nou, nu heeft u wel een beetje een raamwerk. Ik hoop dat u dat... Zijn er toch mensen die zich ernstige zorgen maken over... Mijn indruk is, ik bel niet met Poetin. U weet wie het meest met Poetin belt? Angela Merkel. En gelukkig maar, hè. Als iemand de zaken kan dempen, is het Angela Merkel wel. Je hoeft maar naar haar te kijken, dan denk je, ach, het valt wel mee allemaal. Hè. Laat ik nog een glas oranje nemen. Ja, ik ben wel blij met Angela, moet ik u zeggen. Ja, ze is van een partij waar ik niet van ben, maar ik moet zeggen, dat die Duitsers dat is ook zoiets geks, hè. Dat de Duitsers die ongekende historische pech hebben gehad tussen januari 33 en april 45. En dat ze eigenlijk nadat dat allemaal afgelopen was, een lange, lange reeks van, met een enkel klein ongelukkig huis, ik denk even aan Kiezingen, maar die herinnert u zich al helemaal niet meer, dat ze eigenlijk een reeks van politieke leiders hebben geproduceerd die van eerste klas kwaliteit waren. Alsof er iets goed te maken viel, zou je kunnen zeggen. Goed, dus laat u niet opjutten door de media. Sowieso kan het voor uw geestelijke gezondheid van eminente betekenis zijn om een week niet naar de televisie te kijken. De slimste mens is nu afgelopen, dus dat u mist niks. U mist helemaal niks, hè? Maar kijk vooral niet naar die nieuwsrubrieken waar u opgejuicht wordt voor de Derde Wereldoorlog en de verschrikkelijke dreiging van het satanische jihadisme. En nou ja, gaat u maar door. En al die dingen die ons over ons uitgestort zijn in de afgelopen anderhalf decennium. En die in feite relatief historisch gezien niet zo vreselijk veel te betekenen hebben. Mijn thema zal zijn de gevolgen, de lamentabele, penibele gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Dus ik begin bij de vredesonderhandelingen in Parijs in januari 1919. En die vredesonderhandelingen werden beheerst door de leiders van de grote mogendheden. Dat was in de allereerste plaats Woodrow Wilson, de Amerikaanse president op dat moment, Lloyd George, de Engelse prime minister, Orlando, de eerste minister in Italië, en Clemenceau, de eerste minister in Frankrijk. Dat waren de lui die aan tafel uitmaakten wat er precies ging gebeuren. Waarbij u misschien, als u een beetje een denker bent, meteen al denkt, de verliezers waren er niet bij. Duitsland zat niet aan tafel. We zullen zo zien, ze moesten de boel komen ondertekenen toen het klaar was, maar ze zaten niet aan tafel. En als u dan een heel klein beetje van geschiedenis weet, dan weet u bijvoorbeeld dat bij die vrede die gesloten is na de Napoleontische oorlogen, zaten de verliezers wel aan tafel. Nee? Ze hadden toen een veel scherpere kijk, een minder ideologisch bepaalde kijk op strategische verhoudingen dan na de Eerste Wereldoorlog, die in sommige opzichten toch wel een soort ideologische strijd was geweest. Duitsland zat niet aan tafel. We zullen straks zien wat een kapitale vergissing dat was. En de Sovjet-Unie zat natuurlijk niet aan tafel. Want ja, dat waren de jihadisten van toen, om het maar even zo te zeggen. He, ook in de Schilderswijk had je toen ook een ongetwijfeld een omvangrijke bolsjewistische beweging. Nee hoor, dat is niet zo. Ja, voordat u het op gaat zoeken. Is niet zo. Ja, dus de impotentie. Sterkste Europese mogendheden, namelijk de Sovjet-Unie, was enige tijd voor nodig. En Duitsland, daar was niet veel tijd voor nodig, waren niet aanwezig bij de vredesonderhandelingen. En konden dus ook hun wensen, hoe beperkt dat ook misschien uitgewerkt zou hebben, niet laten horen. Mocht u ooit betrokken raken bij vredesonderhandelingen, bij u in de buurt, de ene straat tegen de andere, en de ene straat die heeft u klop gegeven, dan moet u ook de verliezende straat uitnodigen voor de onderhandelingen. He? Dan heb je allerlei raddraaiers die roepen ze motten dood. He? Weg met die klerenleiers, we steken die hele rij in de fik. He? We huren een bulldozer. Nou, u hoort het al. Retoriek, daar moet u zich niets van aantrekken. U moet de verliezers ook
uitnodigen. Dat is een zaak van groot gewicht. De held van de dag was Woodrow Wilson, die een immens prestige genoot in Europa. Maar wiens positie politiek gesproken in de Verenigde Staten uiterst zwak was. Want bij de tussentijdse verkiezingen van 1918 hadden de democraten de meerderheid in het congres verloren. En u weet, om een verdrag rechtskracht te geven in de Verenigde Staten is een 2/3 meerderheid van de Senaat nodig. Vaak ondertekent een president een verdrag en dan zegt de Senaat, sorry, maar daar willen wij helemaal niet aan deelnemen. Neem bijvoorbeeld Clinton, die heeft het verdrag van het strafhof in Scheveningen, waar is het ook alweer, in Den Haag. Jamie, nee, is dat wel een veilige plek met die jihadisten erbij? Hè? Als die het strafhof gaan veroveren, nou, dan, hè. Dat heeft hij wel getekend, maar de Senaat heeft gezegd, daar willen we helemaal niets mee te maken hebben met het strafhof. En, nou, u weet, het is mijn liefste wens dat er ergens een schandelijke Amerikaanse sergeant te pakken zal worden genomen en dat hij naar het strafhof zal worden gebracht en daar berecht zal worden en een gevangenisstraf zal krijgen, want Amerika, het Amerikaanse congres heeft een apart wetje aangenomen dat mocht zoiets gebeuren, dan zal die man bevrijd worden door het Amerikaanse leger. En dan hoop ik als Amerika-deskundige afscheid te nemen, niet waar, wanneer er een gigantisch vliegdekschip verschijnt bij Scheveningen. Ik hoop niet dat het tegen de oude pier botst. En dat dan een kolonne van panzervoertuigen en de allernieuwste tanks oprukken naar het strafhof om die sergeant te bevrijden. En dat ik daar dan commentaar op geef. Dat is zo hoop ik te eindigen. Misschien kunt u ervoor zorgen dat er zo'n sergeant gepakt wordt ergens. Ja, de Amerikanen zijn eigenlijk overgevoelig op het punt van zelfs de geringste aantasting van hun soevereine rechten als natie. Wat heel vreemd is, zoals we nog wel zullen zien. Zoals gezegd, in feite had Wilson al de politieke steun verloren in de Verenigde Staten. Waarom was hij de held in Europa? Omdat hij een jaar eerder een grote reden had gehouden voor het congres. Die reden staat bekend als de toespraak van de 14 punten. En eigenlijk had Woodrow Wilson voorgesteld om de hele internationale orde op de schop te nemen. Het moest afgelopen zijn met Europese realpolitiek. Bismarck moest door de wc getrokken worden, om het iets simpeler te stellen. En hoe zou dat gaan gebeuren? Dat zou gaan gebeuren doordat alle volkeren zouden zelfbeschikkingsrecht krijgen. U voelt nu al aan uw water dat er toen ter tijd in de wereld allerlei problemen waren. Als je zou zeggen dat alle volkeren recht hadden op zelfbeschikkingsrecht. Want u weet dat ook de op zichzelf dolgelukkige bevolking van onze gordel van Smaragd in Indonesië merkwaardig genoeg helemaal geen recht hadden op zelfbeschikkingsrecht. En dat gold eigenlijk voor alle Europese imperia, dus het was nogal een vrij beperkt soort van zelfbeschikkingsrecht. We zullen zien dat ook Duitsers geen zelfbeschikkingsrecht krijgen. Of Duits sprekende, zo u wilt. Dus nou ja. En bovendien zeiden ja, hoe komt het dat het altijd zo misloopt met de buitenlandse politiek? Dat komt dat er in het geheim onderhandeld wordt. Waarbij allerlei lullige, cynische deals worden gemaakt, waar de mensen niks van af weten. En het is zaak, we moeten openbare overeenkomsten zijn. En het hele onderhandelingsproces, dat moet ook getoond worden. Zodat je niet bij de neus kunt worden genomen door de, zoals u weet, onveranderlijke, onbetrouwbare elite. En dat is een typisch ideetje van mensen die niet begrijpen hoe onderhandelingen worden gehouden. Want er wordt nu nog wel eens gepiept, waarom zijn onderhandelingen zus? En waarom zijn de onderhandelingen bij het bouwen van een Nederlands kabinet niet openbaar? Dat is heel verstandig om dat niet te doen. Ook als mocht u onderhandelen met die straat waar ik het net even over had, maak de onderhandelingen niet openbaar. Want in die openbaarheid zal altijd wel iemand zijn die roepen van, dat is een nederlaag, dat had je nooit moeten accepteren, dat is een compromis wat absoluut niet door de beugel kan, maar dat type van redenering. Je moet in het geheim onderhandelen, want anders valt er helemaal niet reëel te onderhandelen. Dus eigenlijk waren die 14 punten van Wilson, dat was nogal een naïef voorstel.
Wilson begreep ook wel dat die vredesconferentie niet alle problemen zou kunnen oplossen. Dus hij zei, ja, dan moet een volkenbond komen. Een League of Nations. En die volkenbond die moet de loshangende eindjes na de vredesconferentie zien te regelen. In die volkenbond, nietwaar, moeten alle naties met elkaar samenwerken. En mocht er ergens een slechte, agressieve natie zijn, dan moet de volkenbond gezamenlijk optreden tegen de slechte en agressieve natie. En u weet, zo'n volkenbond is er ook gekomen. De League of Nations was gevestigd in Genève. De gebouwen staan er nog steeds. U kunt ze ook wel gaan bezichtigen. Er is zelfs een wonderbaarlijk historisch moment geweest waarop de United Nations, de opvolger van de Volkenbond, tegelijkertijd bestond met de League of Nations. Dat is namelijk de League of Nations pas in 1946 opgeheven en de United Nations die is in 1945 opgericht. Dus toen hadden we er twee. Ik vind dat ze daar eigenlijk mee door hadden moeten gaan. Dan was er misschien toch meer, was er meer mogelijk geweest op het punt van de internationale politiek. Ook die Volkenbond zou er dus moeten komen als oplossing voor de zaken die nog niet geregeld waren. U begrijpt, Lloyd George en Clemenceau zagen niets in die Volkenbond en in die 14 punten, maar ze deden toch maar mee, pour besoin de la cause. Zij mikten ondertussen op de zaken die zij echt belangrijk vonden, precies hetzelfde schouwspel als we zullen zien na 1945. Als de Amerikanen dus weer met de United Nations komen en als Stalin en Churchill het pure infantiele onzin vinden, maar toch maar meedoen om, nou ja, om in feite geen spaak in het wiel te steken. Frankrijk was maar in één kwestie geïnteresseerd, herstelbetalingen. Aanvankelijk werden de meest ridicule bedragen gevraagd, honderden en honderden miljoenen goudmarken aan herstelbetalingen, dat is wel enigszins gereduceerd, maar het was uiteindelijk toch een heel raar bedrag. We zullen zien hoe dat zou gaan. Maar ik geloof, als alles naar wens was gegaan, zouden de herstelbetalingen tot 1962 hebben geduurd ongeveer. Nou ja, niet erg realistisch. Ook herstelbetalingen. Mocht u die straat waar u aan het onderhandelen bent, mocht u denken, dan moeten herstelbetalingen komen. Ze hebben een heel kippenhok vernietigd. Dat u dan zegt, nee, geen herstelbetalingen. Dat is gewoon niet verstandig. Daar komt niets dan narigheid van. Duitsland kreeg de schuld van de oorlog. Zij waren het daar, dat kunt u wel enigszins begrijpen, helemaal niet mee eens. Er zijn tenslotte, als het verdrag wordt ondertekend, dat is merkwaardig genoeg, op 28 juni van het jaar 1919, precies 5 jaar na de 28e juni 1914, waarop het schot was gevallen. Niet waar wat geleid had, schoten, want de vrouw van Frans Ferdinand was meteen dood en Frans Ferdinand heeft nog een half uurtje geleefd. Ik geloof dat hij zei, lieverd, hoe moet ik nu met de kinderen, wat toch wel aandoenlijk is eigenlijk. Mocht het u aangrijpen, dan kunt u in een museum in Wenen, in het Techniekmuseum in Wenen, staat die open Landauer nog. En er zitten de bloedvlekken zitten er ook nog in. Ja, die zijn roestbruin geworden, maar toch, ik heb ook wel eens gedacht, zou het niet anders zijn om elke dag een nieuwe portie ketchup erop te gooien, om het een beetje historisch te dramatiseren. En zijn uniform is er ook nog. Dus u kunt het verleden daar, als het ware, aanraken. Ook de auto waarin Kennedy vermoord is, die is er ook nog. Die staat in de Verenigde Staten in een openluchtmuseum. En het wonderlijke van die auto is, dat daar hebben ze het bloed van Kennedy uitgewassen en toen hebben ze hem nog 3 jaar gebruikt. Vindt u dat niet typisch? Ja, dat vind ik nou een beetje merkwaardig als u weet waar ondertussen Obama in rondrijdt. Hè? In dat gepantserde monster, de beast, waarin, want daar zitten al 2 chirurgen in de kofferbak en ze hebben een eigen zuurstofvoorraad aan boord. En nou, ik weet niet wat ze niet allemaal hebben in dat ding. En het lolligste van alles is eigenlijk, ik weet niet of u die scène heeft gezien, maar u kunt alles op YouTube nazoeken zoals u weet. Dat toen was dat biest, dat wordt overal naartoe gevlogen waar Obama op bezoek gaat. En toen reden ze het terrein van de Londense, Amerikaanse ambassade in Londen af. En toen bleef de biest op het uitrijriggeltje steken. Dus hij wiebelde zo op en neer.
ja, je zult daar maar staan met zo'n vanaf de schouder gelanceerde raket. Hè? Dat ding zou voorkomen aan flarden zijn geschoten. Dan zie je, ja, ze hebben nu een nieuwe beest in aanbouw. Die kan halverwege kan die scharnieren. Zodat dat ook niet meer kan. Je moet niet alles geloven wat ik zeg overigens. Ja. Je hebt wat van die mensen die dan naar de hand naar je toe komen en zeggen, kan dat nou wel? En hoe werkt dat dan met die scharnier? Nou, het gaat er niet van komen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, Duitsland verloor ook grondgebied, want er verscheen een heel nieuw oosterbuur van Duitsland, namelijk de Polen. Dat is niet het huidige Polen. Het zou wel handig zijn als u voor dit college thuis even op de historische atlas zou kijken. Het interbellaire Polen was een totaal andere, geografisch gezien, entiteit dan het huidige Polen. Het huidige Polen is in 1945 200 kilometer naar het westen opgeschoven. Het Polen van toen ziet er heel anders uit. Ook misschien wel lollig om het even te weten. Het huidige westelijke deel van de Oekraïne, Galicië en de Bukovina, hoorden toen tot Polen. Wat een van de redenen is dat de Polen wel een zekere bekommernis hebben met het lot van de Oekraïne. Ja, ze zijn natuurlijk ook altijd bang voor Rusland, wat vanuit hun perspectief ook wel begrijpelijk is. Maar dus het hele westelijke deel van Polen, namelijk dat deel wat ooit deel uitmaakte van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, dat hoorde tot het interbellaire Polen en is later door Stalin aangesloten bij de Oekraïne. De hele rest van de Oekraïne, ik zeg het maar even om u op stang te jagen, was al honderden jaren gewoon Rusland. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Die Krim ook, het was al honderden jaren Rusland. Ja. Poetin is niet heel, ja, je moet er enorm mee uitkijken, want voordat je het weet, komen ze je paspoort afpakken. En worden je kinderen door de jeugdzorg opgepikt. Terwijl mijn kinderen al bij de 40 zijn, dus dat een, dat wordt een drama. Hè? Maar ja, goed, Poetin heeft strategisch gezien wel een punt, hoor. Stel u nou eens voor, u bent Poetin. En uw belangrijkste vlootbasis is Sebastopol. Dit ligt aan de westkant van de Krim. Er is revolutie, of een soort van revolutie in de Oekraïne. Er komt een nieuw bewind aan de macht. Er was een bewind waar je wel op varen kon als Poetin. Er komt een nieuw bewind aan de macht. Zegt van nou, wij gaan ons nauw aansluiten bij het Westen. En het is ook niet uitgesloten dat we, sowieso willen we graag EU-lid worden, maar het is ook niet uitgesloten dat we lid van de NATO worden. Waarbij zich het wonderlijke strategische feit zou voordoen dat de belangrijkste Russische vlootbasis in feite op NATO-gebied zou komen te liggen. Hoe vindt u dat? Stel voor u was Poetin geweest. Wie zou graag Poetin willen zijn? Doe even een rollenspelletje. Hè? Niemand? Nou, niet iemand die aan judo doet of die ook wel eens met ontbloot bovenlijf op een paard wil zitten of zo. Op zichzelf ben ik wel geneigd om te denken, zodra een politiek leider zich in het openbaar laat zien met ontbloot bovenlijf, moet de stormbal worden gehesen. Dan is er iets geknakt in de bovenkamer en ja, dat je dat doet. Hè. Hoe zou u het vinden als u morgen een foto zag van Mark Rutte met ontbloot bovenlijf? Die galoppeert langs het strand in Scheveningen. Hè? Hoe zou je dat? Ik wil wedden dat zijn paspoort wordt afgenomen. Het is dan dat hij geen kinderen heeft, maar ik denk dat de hele familie Rutte opgesloten wordt. Ja, het werkt enigszins op de lachspieren. Zou hij een beetje musculatuur hebben, die Rutte, wat denkt u? Nee? Er wordt hier getwijfeld aan zijn musculatuur. Ja, nou ja, dat komt vanzelf een leeftijd waarop je ophoudt met het verlangen te koesteren om met ontbloot bovenlijf in het openbaar te verschijnen. Hoe had u het gevonden als ik met ontbloot bovenlijf was verschenen? Ja, zo. Zouden ze bij het studium generaal. Ik had na een half uur moeten pauzeren. Ik schiet niet veel op, kan ik u melden, maar ik. Ja, het komt dat u me afgeleid heeft. Ik ga nu een half uurtje.
half uurtje. Een minuut pauzeren, dan kunt u uw neus snuiten en hoesten. En ik wil er even op wijzen dat de rokers onvoldoende tijd hebben om hun dodelijke gewoonte bij de voordeur even uit te oefenen. Die moeten gewoon blijven zitten. Maar je mag wel hoesten of de neus snuiten of mits geruisloos een wind laten. U mag even aan uw menselijke behoeften toegeven en dan gaan we vanzelf weer door. Namelijk met de kwestie Duitsland. Dames en heren, de minuut is ruimschoots voorbij. Dus gaat u maar weer zitten. Ik begreep dat het voor sommigen lastig verstaanbaar was. Daar is weinig aan te doen. Dit is een zaal met een akoestiek die niet in eerste instantie voor geluidsversterking gebouwd is, zoals u weet. Het is de zaal waarin de Unie van Utrecht is gesloten. Het is zelf een historische locatie en het blijft eigenaardig dat daar nauwelijks aandacht aan wordt besteed hier, maar zo zij het. Maar de luidsprekers die staan ook in zekere zin de verkeerde kant op, zeker als u daar achterin zit. Kunt u het wel verstaan of niet? Eigenlijk helemaal niet. Ja, u heeft wel genoten zeker dan. U heeft het dus helemaal niet verstaan, daarom zeg ik, u heeft wel genoten zeker dat u mij zo leuk heen en weer ziet wandelen en dat u denkt, waar gaat het over? He, wat zou die er zo godsnaam over hebben? Ja, ik kan er weinig aan doen, moet ik u zeggen. Ik kan het straks eventueel buiten nog in 3 regels samenvatten. Zo'n mogelijkheid. Ja, goed, Duitsland kreeg de schuld. Ik weet nu of u een beetje het internationale, kijk over de schuldigheid aan de Tweede Wereldoorlog, daar bestaat weinig twijfel over, maar over de schuldigheid aan de Eerste Wereldoorlog wordt nog steeds op vrij grote schaal in historische kring gedebatteerd. Wat u misschien ook al in de kranten heeft gezien. He, met name dat boek van die meneer Clark, The Sleepwalkers, dat heeft een diepe indruk gemaakt. En het is wel aardig dat toen ik aankwam als eerstejaars student, hadden we ook een aantal tekstjes over de Eerste Wereldoorlog. En een van die tekstjes was geschreven door, ik dacht, een Amerikaanse historicus genaamd Remack. En die zei, ja, die Eerste Wereldoorlog, daar is eigenlijk niemand schuldig aan. Dat is eigenlijk een soort reusachtig verkeersongeluk. He, een soort ongelukkig, gewelddadig toeval. En u weet, daarna is dat helemaal in een stroomversnelling geraakt. En kregen we Fritz Fischer in Duitsland, Grief nach der Weltmacht. En nou ja, Duitsland werd aangewezen, net als in Versailles, als de enige schuldige, agressieve partij met de ambitie om heel Europa te overheersen. Dat hebben we een hele tijd hebben we daarmee geworsteld met dat beeld. En nu is daar dat boek van Clark, The Sleepwalkers. En Clark zegt eigenlijk ook weer wat Remack al een half eeuw geleden zei. Zolang is het, nou nee, ik was geen 10 toen ik eerstejaars was. Hoewel, het was geen moeilijke studie, dus het had gekund in principe. Ja, ik wil daar niet kinderachtig over doen, maar er zijn moeilijke studies. Laat ik het zo zeggen. Ja, dus we zijn weer terug bij het verkeersongeluk. Of ik daar 100% gelukkig mee ben met die verkeersongelukhypothese, ik denk toch eigenlijk niet. En dan kom ik toch terug op mijn structurele punt dat toen de militaire en politieke elites niet afkerig waren van oorlog. Oorlog zagen als een reële optie. Terwijl ik geloof niet dat wie dan ook maar die, en ja, u zult zeggen, maar Poetin toch wel, dat is geen oorlog. Poetin schijnt laatst tegen Barroso gezegd te hebben, als ik wil dan sta ik in 10 dagen in Kiev en ik denk dat dat waar is. He, wat hij doet is klein bier, een beetje prutsen in de marge en kijken wat die zou kunnen bereiken zonder de risico's uit de pan te laten swingen, is mijn indruk. Hoor. Is mijn indruk. Ja, en dat was in 1914 fundamenteel anders. Dus je kunt denk ik niet zoals Clark alleen maar kijken naar de diplomatieke verwikkelingen, zegt die zich voordoen in najaar 13 en voorjaar 14 en dan tenslotte na het schot. Ik denk dat je dieper moet kijken naar de Europese geschiedenis van, nou ja, zeg maar, van de Duitse eenwording tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Maar wie weet is dat ook een vorm van ouderdomsverschijnsel, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik vond dat me wel erg gemakkelijk en dat heeft natuurlijk een beetje te maken met de hele herwaardering van Duitsland, vermoed ik zelf. Hè? Als je natuurlijk 10 minuten naar Angela Merkel kijkt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Hè? Dat die vrouw, die kan geen familie van Bismarck zijn, dat kan niet. Hè? Of van, hoewel ik denk eerlijk gezegd dat ze heel wat meer realpolitiker is dan u misschien denkt. Hè? Die denkt, ach ja,
Zo'n gezellige vrouw van middelbare leeftijd. In een geraniumrood broekpak. Ja, dat is niet iemand die de pantsers in beweging zet. Hè? Duitsland verloor grondgebied bij de Vrede van Versailles. Met name aan het oosten, dus aan de nieuwe buur Polen. Daar werd de Duitse stad Danzig, die werd eigenlijk losgemaakt van Duitsland. En tussen Duitsland en Danzig kwam de zogenaamde Poolse corridor. En Oost-Pruisen, dat kwam apart te liggen. Nou, als u er even over nadenkt, u weet er iets van, dan weet u dat de vrije stad Danzig, de Poolse corridor, dat in feite een patentuitnodiging was om problemen te creëren voor een eventuele Duitser die kwaad zou willen. En Baratje, laat het dan ook zo gelopen zijn. Heel merkwaardig was natuurlijk Oostenrijk-Hongarije desintegreren als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Maar het mini-staatje, het rompstaatje Oostenrijk, dat mocht niet bij Duitsland komen, want dan zou Duitsland geprofiteerd hebben van de Eerste Wereldoorlog. Dus Oostenrijk werd zelfstandig. He? En is tot op de dag van vandaag zelfstandig en heeft zichzelf met een geniale tactiek weten uit te roepen tot Hitlers eerste slachtoffer. He? Wat eigenlijk, hè? Ja, ik word er stil van, ik hoor het wel. Want u denkt, is dat wel zo? Hè? Nee, dat is helemaal niet zo, want die Oostenrijkers die stonden drie rijen dik met witte bloemen langs de weg toen de Duitse troepen binnenreden ten tijde van de Anschluss. Hè? Duitslands eerste slachtoffer. Hè? Want wij hebben ook een enorme last gehad van die Oostenrijkers. Ja, wie regeerde Nederland in de Tweede Wereldoorlog? Ook zo interessant vanuit het instituut Klingendaal, wist u dat? Ja, zij is Inquart. Zegt u dat nog iets of stoot u uw buurman aan? Ja, zij is Inquart, waar heeft die man het over? Hè? Zijn wij bezet geweest in de Tweede Wereldoorlog? Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat de Schilderswijk in jihadistische handen was. Nou, ja, goed. Oostenrijk werd een zelfstandig staatje, dat het dat gebleven is. Dat is ook een soort wonderlijke speling van het geografische en historische lot geweest. En Duitsland werd bovendien gedemilitariseerd. We zullen zien dat in feite een aanzienlijk voordeel was voor Duitsland. Als u er even diep over nadenkt, dan zult u eigenlijk direct zien dat gedwongen demilitarisering, dat in allerlei opzichten een buitengewoon voordelige zaak te zijn. Wat heb ik tot het allerlaatste bewaard? Italië. Italië was gefrustreerd in zijn ambities. Italië was eigenlijk deel gaan nemen aan de oorlog met zo'n idee van, dan wordt Italië ook een grote mogendheid en het claimde aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in feite de hele Dalmatische kust. Die ook, als u ooit aan de Dalmatische kust bent geweest, natuurlijk voor zover daar iets staat wat mooi is, is dat door de Venetianen gecreëerd. Hè? Je voelt al op je klomp aan dat de Joegoslaven, die zijn daar niet toe in staat. Of is dat nou flauw? Ik heb Belgrado altijd zo'n ontzettende rotstad gevonden. Hè? En ik had een Citroën toen ik daar wel eens was. En daar moest je alle losse onderdelen van afschroeven, want anders werden die in de loop van de nacht gejat. Dan heb je al een beetje een inkijk in het Joegoslavische volkskarakter. Hè? Ja, sorry dat ik dat even ter berde moet brengen. Op 28 juni 1919, ik zei het al, is dat verdrag uiteindelijk ondertekend. En waar is het, waarom heet het verdrag van Versailles? Want de onderhandelingen vonden helemaal niet in Versailles plaats, die vonden in Parijs plaats. Het verdrag is getekend in de Spiegelzaal in Versailles. En waarom is het getekend in de Spiegelzaal van Versailles? Wat staat u nog scherp voor de geest van uw geschiedenisboekje van de middelbare school? Nou, helemaal niks dus. Dan zou u moeten weten dat daar in feite het Duitse Keizerrijk is uitgeroepen in januari 1871, als ik het wel heb. Dan staat Bismarck nog in van die wonderlijke lieslaarzen. Ja, tegenwoordig kun je alles nakijken. Kijk je maar in de Wikipedia of op, waarschijnlijk is er wel een YouTube-filmpje van Bismarck. Ja, wie zou dat zeggen? Kijk je maar eens even in die Spiegelzaal. Dus het was eigenlijk straf voor Duitsland. Duitsland werd symbolisch gestraft, niet waar, met die diep vernederende vrede van Versailles in de Spiegelzaal van Versailles.
Waar doet u dat weer aan denken? Waar is tenslotte in 1940 de capitulatie van het Duitse leger, of sorry, van het Franse leger? Waar heeft die plaatsgevonden? In die spoorwegwagon waarin Duitsland gecapituleerd had na de Eerste Wereldoorlog. Hè? U ziet hoe men steeds probeert om het symbolisch zo kwetsend mogelijk te maken. Hè? U weet trouwens dat dat dansje wat Hitler uitvoert bij die spoorwegwagon, dat schijnt nep te zijn. Daar hebben ze een paar momentjes achter elkaar gemonteerd, dus dat het net lijkt alsof hij een vreugdedansje, maar heb ik me laten vertellen. Kijk maar op YouTube. Ja, vroeger kon dat niet bij lezingen, maar tegenwoordig kun je eigenlijk de hele lezing volgen op YouTube, bij wijze van spreken. Nadat dit belangrijkste verdrag getekend was, vertrokken de grote vier, die vertrokken uit Parijs. En toen zijn er nog in de daaropvolgende jaren een hele reeks van vredesverdragen gesloten met de diverse Duitse bondgenoten. En het interessantste daarvan is eigenlijk de verdeling van het Ottomaanse Rijk. Want het Ottomaanse Rijk was ook op de fles gegaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. En Frankrijk en Engeland hadden het heel lollig onder elkaar geregeld. Zij zouden het hele Ottomaanse Rijk zouden ze opdelen. En ze zouden dan hun eigen bepaalde invloedsgebieden krijgen. Syrië bijvoorbeeld zou naar Frankrijk gaan. En nou, u weet Irak, hè, dat is een Frans en een Engelse creatie. Als u daar een beetje kijkt naar die grenslijnen daar in het Midden-Oosten, dan zal het u opgevallen zijn dat er ontzettend weinig bochten in zitten. Hè? Om het maar even omgekeerd te zeggen. Wat is trouwens de bochtigste grenslijn die wij kennen? Dat is ook wel lollig om te weten hoor. Moet je ook maar straks eens even op Google Maps kijken. Het is een hele internetcursus eigenlijk die ik bezig ben te geven. Ja, de Nederlandse Zuidgrens. Heeft u wel eens naar de Nederlandse Zuidgrens gekeken? Dat kwam omdat de Belgen en de Nederlanders er totaal niet uitkwamen. Heeft u wel eens bij Baarle-Nassau gezien dat er Belgische enclaves zijn, waarin een Nederlandse enclave zit, en daarin zit weer een Belgische enclave? He? Dat is gek, toch, of niet? Ja, ze zeggen, doe die hele rotsen en die Belgen cadeau, maar goed, dat... Ik heb op dat punt ben ik ken helemaal geen irredenta in mijn hoofd, om het maar zo te zeggen, hoewel die Belgen natuurlijk toch vuile verraders zijn. Ja, ik moest vandaag nog aan Van Spijk denken. Weer een diepe stilte. Van Spijk, hè? Dan liever de lucht in, dat weet u toch wel? Dat riep hij toch, toen hij de lont in het kruidvat stak. Maar heeft hij zich nooit afgevraagd, hoe kon hij nou weten, hoe kunnen ze nou weten dat hij dat geroepen heeft? Die hele boel is de lucht ingegaan. Met die Belgen erbij, die er van het trapje afkomen. Hoe kunnen ze dat nou weten, dat Van Spijk dat riep? Dat heeft hij aan zijn zuster geschreven twee weken tevoren. Ik geef me niet over aan de Belgen, dan ga ik liever de lucht in. En toen hij de lont in het kruidvat stak, toen riep hij, zoals ik aan mijn zuster schreef, dan liever de lucht in. Denk ik hoor, dat denk ik. Ja, Frankrijk en Engeland hebben ook Turkije onderling verdeeld. Heel wonderlijk, helemaal in invloedssferen opgedeeld. En de Dardanellen zouden onder internationaal toezicht komen. En dat heeft geleid in Turkije tot een nationale opstand, onder leiding van Kemal Atatürk. Wat uiteindelijk ingrijpende gevolgen heeft gehad, want daardoor is het moderne Turkije tot stand gekomen. En uit Turkije zijn 1 miljoen Grieken, die in feite aan de westkust van Turkije wonen en deels aan de noordkust van Turkije, die daar al, weet ik veel, 2000 jaar woonden, waren Griekse vestigingen, die zijn allemaal teruggejaagd naar Griekenland. En omgekeerd zijn er geloof ik 200.000-300.000 Turken uit Griekenland naar Turkije teruggekeerd. Maar die ongelukkige grenzen die in het Midden-Oosten zijn getrokken, zonder ook maar de geringste benul van de lokale verhoudingen, dat hebben we dus ook te danken aan de opdeling door Frankrijk en Engeland van het Ottomaanse Rijk. Terwijl, wat was die zielepoten beloofd? Denk aan Lawrence of Arabia. Die zeiden van, ja, als wij nou, als jullie die Ottomanen verslaan, dan krijgen jullie zelf bestuur. Nou, dat hebben ze gemerkt. Daar is niets van terechtgekomen. Maar als u denkt, wat lopen die grenzen daar gek, dan weet u nu hoe die grenzen zijn gewoon door iemand met een liniaal op de kaart getekend. Ja, zo gaat het eigenlijk.
als je denkt dat je het werkelijk voor het vertellen hebt. Versailles, daar is wel duidelijk natuurlijk, was een hoogst ongelukkige constructie. En dat moeten we nu eens even uitleggen hoe dat zo ontstaan is. Wat had men, ik zei al, Duitsland was niet aanwezig bij de onderhandelingen. Duitsland is vernederd, Duitsland heeft grondgebied verloren. Maar het potentieel van Duitsland, zeg maar het productiepotentieel van Duitsland, het wetenschappelijk potentieel van Duitsland, de hele combinatie van de Duitse talenten, en die zijn aanzienlijk zoals u weet, ook militair gesproken, jammer genoeg. Wat dat betreft is Italië een veel prettiger natie, die kunnen niet vechten. Ja. Die vallen Griekenland aan en dan gaat Griekenland 2 weken later, ja, dit speelt in de Tweede Wereldoorlog, gaat Griekenland in een tegenaanval. Nou, dan heb je militair echt iets helemaal verkeerd gedaan, als de Grieken in een tegenaanval kunnen gaan. Ja, is mijn indruk hoor. Duitsland was vernederd, Duitsland had grondgebied verloren, maar Duitsland had niet zijn potentieel verloren. En Duitsland was ook niet bezet, heel anders dan na de Tweede Wereldoorlog. Van wanneer Duitsland wordt bezet en opgedeeld in verschillende bezettingszones. He, zodat je in feite langdurig controle kunt uitoefenen op de eventuele Duitse ambitie. Dat was na de Eerste Wereldoorlog dus niet gebeurd. Wat ook niet gebeurd was, namelijk, ik zei het al, zelfbeschikkingsrecht voor Duitsers. Er woonden op allerlei plekken Duitsers die in principe best bij Duitsland willen horen, maar dat mocht dus niet. Denkt u aan Oostenrijk. Denkt u aan een idiote constructie met Danzig, wat een 100% Duitse stad was. Wel woonde daar, dat vond ik nog wel interessant in het nieuws, dat die Tusk, die nu onze peperschuffler in Brussel wordt, ja onze, ik denk volledig in EU-termen zelf, ik voel mezelf helemaal Europeaan, tot met schoenen toe, het is een Frans fabrikaat. Ja, je ziet de Fransen kunnen ook wel iets, ze kunnen gymschoenen maken. Dat is een, die Tusk, die hoort tot de Kazuben. Dat is een wonderlijke, als u die Blechtrommel heeft gelezen, dan weet u dat Günter Grass hoort ook tot de Kazuben. Dat is een soort apart taaltje wat daar in het noorden van het huidige Polen wordt gesproken. Dus die Tusk is een soort... Die hoort eigenlijk tot een minderheid. Ik vond het een interessant verhaal. Ja, u zult denken, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar kijk het eens even na op YouTube. Ja, denkt u aan de Duitsers in Tsjechoslowakije? Ja, u zult zeggen, ja, Tsjechoslowakije. Maar Tsjechoslowakije was een nieuwe staat. Die hebben ze gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog. We zullen zo zien dat er 9 nieuwe staten zijn gecreëerd in Europa... als het gevolg van de Eerste Wereldoorlog. En in het hele noordwestelijke deel van Tsjechoslowakije woonden Duits sprekende, de zogenaamde Sudeten-Duitsers. Het wachten was maar op, niet waar iemand die hun wens om Heimatsreich te keren zou een beetje zou aanstoken. Nou ja, dit waren allemaal problemen van... Nee, wat ik er nog bij moet zeggen, na Versailles waren er meer minderheden in Europa dan er voor de Eerste Wereldoorlog waren. Dus in alle denkbare opzichten hadden de makers van de vrede gefaald als ze tenminste hadden kunnen denken op de middellange termijn. En toen gebeurde er natuurlijk nog iets heel wonderlijks, want de Verenigde Staten wil zijn keerde terug naar de Verenigde Staten. Hij heeft daar wel propaganda gemaakt voor het tekenen door de Verenigde Staten van het verdrag en voor het steunen van die Volkenbond. Maar de Senaat heeft besloten het verdrag niet te tekenen. Of althans, het is in stemming gebracht en het haalde geen 2/3 meerderheid. Met als gevolg dat de Verenigde Staten... eigenlijk niet langer bereid waren om de nieuwe vrede in Europa te garanderen. De Verenigde Staten verdwenen, dat moet u in het hoofd houden, de Verenigde Staten verdwenen van het Europese toneel. Dat had verstrekkende gevolgen, hoewel je dat ook wel weer kunt relativeren. Verstrekkende gevolgen in de zin dat de Fransen geen zak geïnteresseerd waren in die Volkenbond, maar wel graag een Amerikaanse veiligheidsgarantie zouden hebben gehad. En de Engelsen hadden gezegd, als Amerika een veiligheidsgarantie geeft aan Frankrijk, dan doen wij het ook.
Nu deden de Amerikanen het niet, dus de Engelsen zeiden direct, ja, dan doen wij het ook niet. Met als gevolg dat Frankrijk in feite in zijn eentje kwam te staan, ik zal het straks nog aanpunten met wat andere argumenten, tegenover Duitsland. En hoe waren toen de verhoudingen tussen Duitsland en Frankrijk? Die waren al even onevenwichtig als ze nu zijn. Duitsland had een veel grotere bevolking. Ik denk dat het Frankrijk toen zo, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik denk nog geen 50 miljoen inwoners had. Duitsland had toen 80 miljoen inwoners, evenveel als nu. De zware industrie in Duitsland was ongeveer 3 keer zo groot als de zware industrie in Frankrijk. En Frankrijk was door de Eerste Wereldoorlog diep getraumatiseerd. Als u een verklaring wil voor het hopeloze Franse falen in de jaren 30 en de 1940, dan moet u die zoeken in de Eerste Wereldoorlog. Waarbij ook anderhalve generatie mannen simpelweg verdwenen was. Je moet het zich eens voorstellen wat dat te betekenen heeft. Dat zo'n hele groep tussen de, tussen de 18 en de 25, dat daar feiten niet veel van overblijft, behalve wat rafels. Ja, je zou nog kunnen zeggen, stel je voor dat Amerika wel die garantie had gegeven. Wat zou dan bij de opkomst van Hitler in de jaren 30, zou Hitler gedacht hebben, ja, toch een beetje uitkijken met die Verenigde Staten, dat is toch een gigantische macht en productietechnisch, want moet ik misschien even bijzeggen, de Verenigde Staten produceerden in hun eentje in deze jaren evenveel industriële goederen als alle grote Europese mogendheden samen. Dus er was sprake van een enorme superioriteit van de Amerikaanse economie, ook technologisch gesproken. Ik vermoed eerlijk gezegd, ik heb daar natuurlijk, ik weet dat niet, speculatie, dat als de Verenigde Staten in principe dat hadden gedaan, dus in Europa aanwezig waren gebleven, dat ze denk ik na analogie van Engeland ook een soort appeasementpolitiek zouden hebben gevoerd in de jaren 30. Een politiek waarbij toch het uitgangspunt was, het komt straks aan de orde, als we die Hitler nou op een aantal redelijke punten zijn zin geven, dan laat hij zich wel inpassen in een gereglementeerde Europese orde. En we zullen zien dat dat uiteindelijk helemaal niet gebeurde. Laten we nu eens kijken. Oh nee, laat ik nog even voor de lol Foch, dat was die Franse maarschalk, citeren. Die zei, toen hij de vrede van Versailles had gelezen, dat is geen vrede, dat is een wapenstilstand voor 20 jaar. En dat had hij eigenlijk feilloos, hè? Want wat vandaag is de tweede dag van de Duitse invasie in Polen, 75 jaar geleden. En toen begonnen ze al aardig op te schieten. Hoewel de Polen opmerkelijk veel weerstand hebben geboden en er heel veel Duitsers in die eerste campagne tegen Polen zijn gesneuveld. Wat waren de paradoxale resultaten van de Eerste Wereldoorlog? Want nu kom ik tot een belangrijk punt, wat ik ook niet zelf heb bedacht, maar wat ik ooit eens gelezen heb. En toen ik het las, dacht ik, waarom hebben die stomme docenten van mij dat niet verteld? Want dat was mij niet verteld. Moet je denken. Heb je jaren geschiedenis gestudeerd en dan lees je een boek en de schellen vallen van je ogen. En dat is het wonderlijke feit. U moet het in laten zinken dat de grote strategische winnaar van de Eerste Wereldoorlog was Duitsland. De grote verliezer van die oorlog was Duitsland, maar in het middellange termijn, als u er even over nadenkt, was Duitsland de grote strategische winnaar. En om nou een beetje deterministisch te redeneren, er hoefde maar iemand in Duitsland aan de macht te komen die zag hoe de verhoudingen in werkelijkheid in Europa lagen, of de beer zou weer los zijn. Ja, ik weet niet, de beer is meer Rusland, geloof ik. Wat is het dier voor Duitsland eigenlijk? Duitse herder, wat is dat eigenlijk? Heeft Duitsland een symbolisch dier? De adelaar? Ja, ze hebben allemaal adelaars, toch? Amerika heeft ook een adelaar. Ja, nou lijken de Amerikanen in alle opzichten ook meer op Duitsers dan op Engelsen, hè? Valt mij altijd op. Dat stomme geschreeuw op die Amerikaanse luchthavens. Dan denk je van, waar heb ik dat toch eerder gehoord? Ja, was dat niet voor 45? Hoe kunnen we dat waarmaken? De wonderlijke stelling dat Duitsland de grote winnaar van de Eerste Wereldoorlog was. Gaat u maar even na.
Rusland was veranderd in de Sovjet-Unie. En daar was onmiddellijk een burgeroorlog begonnen die het bruto binnenlands product van de Sovjet-Unie binnen enkele jaren gereduceerd heeft tot 13% van wat het was bij de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Kortom, het zou jaren duren voordat de Sovjet-Unie op enige wijze terug kon komen, machtspolitiek gezien, op het Europese toneel. Dus Sovjet-Unie exit. Het was sowieso een paar jaar in de volkerenfamilie vanwege dat bolsjewisme. Dus de Sovjet-Unie was verdwenen. Rusland was verdwenen. Wat was Rusland in 1914? De grootste bondgenoot van Frankrijk. Dus de grootste potentiële bondgenoot van Frankrijk was verdwenen. Die kwam pas weer terug ergens in de loop van de jaren 30. De Verenigde Staten, het land wat het meest geprofiteerd had van de Eerste Wereldoorlog, in financieel opzicht in het bijzonder, was vast besloten niets meer met Europa te maken te willen hebben. Ze vonden ons ruziemakers, het was niets dan narigheid, ze hadden er spijt van als haren op hun hoofd. En de Amerikanen beginnen, behalve misschien op financieel gebied, aan een uitgesproken isolationistisch beleid. Wat ze in feite gevoerd hebben tot zondag 7 december 1941. Wat is er op die zondag gebeurd? Pearl Harbor, ja, omdat de Japanners geen christenen waren, zijn ze op zondag aangevallen. Wat overigens een enorm voordeel bleek te zijn voor de Pacific Fleet van de Verenigde Staten, omdat op zondag bijna alle matrozen aan land waren om daar kerkdiensten bij te wonen. Dus het aantal doden van Pearl Harbor, en als u de plaatjes ooit heeft gezien, denkt u, hoe kan dat ooit weer goed komen, was heel beperkt, minder dan bij de aanslag op de Twin Towers. Is dat niet typisch? Wist u toch niet zeker, hè? Neem ik aan. Ja, je moet anders wel iets vertellen wat mensen niet weten. Dat is wel aardig natuurlijk. Ja, en dat niet alleen, maar wist u bijvoorbeeld dat de Pearl Harbor zelf is een hele ondiepe haven. Met als gevolg dat die slagschepen wel gezonken zijn, maar die bleven gewoon met hun bodem op de zandige bodem van Pearl Harbor hangen. En het overgrote deel van die dingen is opgeknapt en heeft verdienst gedaan in de loop van de Tweede Wereldoorlog. Overigens, ja, het slagschip was volledig verouderd, maar in feite was de schade uiterst beperkt. Ja, sorry dat ik even op de gebeurtenissen vooruit loop, maar en het gekste van alles was dat de twee belangrijkste schepen van de Amerikaanse Pacific Fleet, de Yorktown en de Lexington, twee hele grote, hypermoderne vliegdekschepen, dat die net buitengaats waren. Dus die hebben de Japanners niet weten te vernietigen. Die hebben een belangrijke rol gespeeld in de eerste fase van de oorlog in de Stille Oceaan. Nou, Amerika was dus ook verdwenen van het Europese toneel. Engeland was ook verdwenen van het Europese toneel. Engeland had ook spijt als haren op zijn hoofd. Haar hoofd, dat weet ik nooit precies bij naties. Wat je moet zeggen, dat een mannelijk of vrouwelijk is. En was eigenlijk van plan om zich te richten op het empire en op het Commonwealth systeem. Dat ze wilden met Europa eigenlijk zo weinig mogelijk te maken hebben. Bovendien, hun belangrijkste tegenstander in Europa was Duitsland geweest. Maar Duitsland heeft zijn vloot moeten vernietigen vanwege het verdrag van Versailles. En Duitsland had zijn koloniën verloren. Achteraf gezien allemaal een onbeschrijfelijke zegen, hè. Denk eens hoe voordelig het was dat Duitsland geen kolonie had, dus ook geen koloniale oorlogen meer hoefde te voeren. Wij hebben twee politionele acties, hè, ook gewoon oorlog, by the way, maar dat noemen wij graag politionele acties. Dan klinkt het minder erg natuurlijk. Wat denkt u aan de Fransen en zelfs de Engelsen hebben hun handen vol gehad aan het decolonisatieproces. En de Duitsers hebben gewoon de opdracht gegeven om het terug te geven. Hè. Het werden mandaatgebieden van de Volkenbond. En bovendien, als je Duits-West-Afrika ziet, dan, ja, dat was één grote zandbak eigenlijk. Omdat Duitsland natuurlijk laat op het wereldtoneel was verschenen, had het voornamelijk winkeldochters uit de koloniën weten te bemachtigen. Dus een groot verlies was het op geen enkele wijze in feite. Frankrijk, ik zei het al, stond er dus eigenlijk helemaal alleen voor. Engeland was weg. Andere bondgenoot van Frankrijk aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Verenigde Staten, die in allerlei opzichten de oorlog beslist hadden in 1819, was verdwenen. Rusland was verdwenen. En Frankrijk moest dus op enige wijze in zijn eentje aan. En ze begrepen wel dat de
Duitsland na een tijdje, niet waar, als het stof gedaald was, in feite weer dezelfde bedreiging. Zijn dezelfde en veel ernstige bedreiging. Nu dachten de Fransen, en nu kom ik even aan die 9 nieuwe staten die ontstaan waren in Europa. Dat was Finland, dat was Estland, Letland, Litouwen, Polen, een heel ander Polen dus dan nu, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Hongarije en Joegoslavië. U denkt al bij uzelf, oh jee, wat een ontzettende klote land eigenlijk. Hè? De meeste te klein om economisch op eigen benen te kunnen staan. Joegoslavië, een wonderlijk tribaal amalgaam. Daar hebben we nog een hele massa last van gehad na het eind van de Koude Oorlog van dat wonderlijke Tsjechoslowakije. Wat helemaal niet meer bestaat. Hè? Dat is een apart Slowakije geworden en een apart Tsjechië. Dus u ziet wat een wanconstructie zit in allerlei opzichten eigenlijk waar. Maar de Fransen dachten dat zij in feite een alliantie zouden kunnen sluiten met deze nieuwe staten die als een soort cordon sanitair zouden kunnen functioneren ten opzichte van Duitsland. Maar eigenlijk gebeurde in het interbellum precies het omgekeerde. Vrijwel al die staten raakten in de immense zuigkracht van de Duitse economie. En dan moet u niet denken, wat een slapjanus, hè? Want ook Nederland vertoont opmerkelijke overeenkomsten met landen die zich bevinden in de opmerkelijke zuigkracht van de Duitse economie. Want u weet, zonder Duitsland, stel voor dat Duitsland geagrariseerd zou zijn. Na de Tweede Wereldoorlog waren de Amerikanen dat een tijdje van plan. Dan hadden we de Rotterdamse haven gewoon dicht kunnen gooien. Ja, maar alleen een beetje een jachthaventje zou het geworden zijn, zou je kunnen denken. Ja, wij mogen Duitsland wel op de blote knieën danken dat Duitsland zo'n enorm vitale exporteur is. Ja, ik heb het al eens eerder gezegd. Kan nooit laten om het nog eens een keer in te peperen. Wij zijn ook zo'n hulpsinterklaasje van Duitsland. Hè? Vooral nu we zonder Pieten zitten. Is het fijn dat we toch nog een steun van de Duitsers hebben. Nou heb ik gelezen, dan moet ik weer pauzeren, dat die Zwarte Piet. Ja, ik heb het natuurlijk even, wat doet een historicus, die slaat het even na. Hè? En dan lees je dat Zwarte Piet van oorsprong was die Sinterklaas, was een Duitse knecht van Sinterklaas. Wij kenden de Sinterklaas al in de Republiek in de 17e eeuw, maar toen had hij nog geen knecht. Hij deed werk nog helemaal alleen. Maar omdat hij op jagen was geraakt, heeft hij toen een Duitse knecht gekregen. En die Duitse knecht was zwart, omdat hij de pakjes door de schoorsteen bezorgde. En daarom was hij zwart. Hij was niet zwart omdat hij verwees naar het leed van de derde wereld. Ja, je kunt zeggen dat die moderne Pieten wel erg met die ringetjes en zo. Dat het een beetje een ringetje door de neus. En dat is natuurlijk niet verstandig. Maar de oorspronkelijke zwartheid van Piet heeft dus, als ik het goed heb opgezocht, allemaal geen bal te maken met laten we zeggen, het koloniaal verleden, de onderdrukking van de zwarte enzovoort. Het is een schoorsteenveger, om het maar even zo te zien. He? En nu las ik interessant genoeg in de krant dat de nieuwe Pieten, want er zijn allerlei voorstellen gedaan dat ze blauw zouden worden geschilderd, of dat zwart, Sinterklaas zwart zou worden en de Pieten wit. En nou ja, allemaal ontzettend lollige ideetjes. Maar toen schreef iemand, we doen gewoon alsof het een schoorsteenveger is. Dus met zwarte vegen. Dat leek me wel een leuk idee. Want ik vind het zonde om afscheid van Piet te nemen. He? En zeker op grond van politiek correcte overwegingen. Dan ben je sowieso geneigd. Er moeten meer Pieten komen. Hè? Ja, ik tenminste. Ja, je moet daar niet aan toegeven. Heeft u, toen u klein was. En bij ons was de knecht van de slager altijd Sinterklaas. En er waren een paar zwarte Pieten. En dacht u toen van ja, lekker zwarte Pieten. Onderdrukking van de zwarte. Hè? Koloniaal. Hè? Het superioriteit van het blanke ras. Dacht u dat? Nee, toch? Of wel, wie dacht dat bij Sinterklaas? Wie zongen kolonialistische liederen? Nee, helemaal niet natuurlijk. Maar nu moeten we eraan denken. Eigenlijk is door dat politiek correcte denken is de hele lol van Sinterklaas bedorven. He? Want die Sinterklaas deugt natuurlijk ook niet. Dat is een pedofiel, dat begrijpt u toch zeker ook wel. Ja, ik wil daar niet moeilijk over doen, maar
zag een ontzettend leuke spot, Brent, waarbij je Sinterklaas, die verlaat het vertrek. En daar staan twee bezorgde ouders en die zeggen tegen elkaar, let je wel een beetje op de kinderen. Ook met die kerstman, hè, dat is dezelfde persoon by the way, een beetje kleine historische verschuiving, maar het is dezelfde persoon. Daar zijn jaarlijks in Amerika allerlei problemen met, want je begrijpt wie zich graag vrijwillig opgeeft om kerstman te worden. Hè? Ja, denk u daar maar eens over na. Hè? Als u een kennis heeft die altijd graag Sinterklaas wil zijn, dan... Ja. Ik zeg nog even, ik maak dit stukje even af, maar u heeft het in laten zinken. Duitsland is strategisch de winnaar van het conflict. Dat heerlijk, al die naties waar ik het over had, dat zogenaamde cordon sanitair, dat was economisch uiterst zwak. Italië heb ik nog niet genoemd, dat bewaar ik steeds voor het laatst, was zwak en bleef zwak. U weet, in Italië komt Mussolini aan de macht in 1922 en Mussolini was een showman in optima forma. Dus er werd een geweldige show gegeven. Italië, grote mogendheid, Mare Nostrum. Maar Italië stelde totaal niets voor. Italië had een hele primitief gestructureerde economie met een grote hoeveelheid hele kleine boertjes. Het was in alle opzichten een achterlijk land. Het is een beetje bij de tijd geraakt, pas na de Tweede Wereldoorlog. De Duitse productiecapaciteit, ik geloof dat ik het al gezegd heb, maar twee keer kan geen kwaad. Dat is het hele geheim van het onderwijs, de herhaling. De Duitse productiecapaciteit was intact gebleven. En nu nog even, u heeft daarover na zitten denken. Waarom was ontwapening een gigantisch voordeel? Raad het nou, die de Duitse oorlogvoering had georganiseerd, zei direct, prima. Die gedwongen ontwapening, dat is het beste wat ons kan overkomen. Want dan moet je de oude rommel de deur uit doen. En je kunt beginnen met een totaal nieuw concept van oorlogvoering. Wat eigenlijk min of meer spontaan ontstaan was in de loop van de Eerste Wereldoorlog. En zo is het gegaan. Dat concept was bedacht over de Engelse strategen. Maar wie hebben het uitgewerkt en gebruikt? De Duitsers. Namelijk dat je een panzerdivisie kon maken en dat je die met enorme snelheid en vuurkracht kon laten opereren. We komen nog wel tot de heilloze resultaten van die Duitse ontwikkeling. Dus het was een voordeel. Moet u eens zien wat een voordeel het is dat je je hele bewapening weg moet doen en totaal overnieuw kunt gaan denken. Denk dus aan de zegen die het zou zijn als we die JSF weg zouden kunnen doen en dan alleen maar drones. Die kunt u thuis ook, als u die straat wil bombarderen. Heeft u zo'n dingetje en hoeps. Of u kunt bij de buren in de tuin kijken. Het is, ja, de luchtmacht zonder mensen in feite. Maar ja, wij hangen natuurlijk, u weet, de militaire bereiders hadden het voor op de vorige oorlog. En daar zal nooit grote veranderingen optreden. En pas in de loop van de nieuwe oorlog, dat is die derde wereldoorlog van Van Kappen, zal blijken dat we in feite totaal nieuwe ideeën en tactieken en strategieën nodig hebben. Nou, nu gaan we weer even een half uurtje pauzeren. Ik ben geloof, nou, valt wel mee. Een half uurtje, zei ik weer. U heeft een minuut om te kuchen en dan ga ik weer door. Dames en heren, wilt u weer gaan zitten? Dan kunnen we nog een eindje opschieten. Ja, de vraag was, kan Versailles eventueel leiden toch, ondanks alles, ondanks de reeds gemaakte fout, tot een stabiele nieuwe Europese orde? En wie waren de drie belangrijkste spelers in die nieuwe stabiele Europese orde? Dat waren Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dat gaf u wel aan. De Sovjet-Unie was verdwenen van het toneel. De Verenigde Staten waren ook verdwenen van het toneel. En Engeland had eigenlijk maar één ambitie, namelijk dat Europa zo zou functioneren, machtspolitiek gezien, dat Engeland er geen zorgen aan zou hebben. Kortom, dat er in Europa sprake zou zijn van een soort natuurlijk evenwicht. En wonderlijk genoeg dachten zij dat het dan eventueel mogelijk was dat Frankrijk en Duitsland elkaar in evenwicht zouden houden. Waarbij de Engelsen vreemd genoeg, althans kort na de Eerste Wereldoorlog, de wonderlijke mythische voorstelling hadden dat Frankrijk eventueel te sterk zou worden voor een Europees evenwicht. Terwijl deze totaal getraumatiseerde natie in potentie verreweg
van die drie de zwakste speler op dat Europese toneel zou zijn. Nou, Frankrijk heeft dat geprobeerd met die nieuwe naties, om daar allianties mee te sluiten, maar een groot succes is dat al met al niet geworden. Duitsland had maar één enkele ambitie, namelijk het dictaat van Versailles moest ongedaan gemaakt worden. Daar was iedereen in Duitsland was het daar over eens. En de eerste verrassende operatie die Duitsland uitvoerde, omdat dictaat althans deels te verzwakken was, het verdrag van Rapallo van 1922. En wat was het verdrag van Rapallo? Dat was een overeenkomst tussen de twee paria's, maar ook in potentie de twee grootste en machtigste Europese landen, namelijk de Sovjet-Unie en het nieuwe Duitsland. En zij kwamen overeen. Duitsland zou technische assistentie verlenen aan de Sovjet-Unie en dan zou de Sovjet-Unie aan het Duitse leger ruimte geven om in het diepste geheim al een beetje te gaan oefenen met dat nieuwe militaire concept waar de Duitsers aan gewerkt hebben tijdens het interbellum. U begrijpt dat Europa op zijn kop stond, dat de twee paria's van het internationale toneel dit ontzettend leuke plannetje samen hadden gemaakt. In de hele periode eigenlijk waar we het nu over hebben, dus zeg maar de jaren 20, was Gustav Stresemann de belangrijkste Duitse politicus. Die hoorde tot het katholieke centrum. Het interessante is dat Gustav Stresemann, die jong overleden is in 1929, in hetzelfde jaar was geboren als Adenauer. Is dat niet curieus? Hè? Dat we Stresemann natuurlijk volledig associëren met het interbellaire Duitsland en met de Weimarrepubliek. En dat Adenauer in hetzelfde jaar geboren, tenslotte in 1949 Bundeskanzler wordt en blijft zitten tot in de vroege jaren 60. Wat voor alle bejaarden onder ons toch hoop geeft. Hè? Want ja, wanneer, god, hoe oud was Adenauer toen hij begon? Ik denk al eind 70, nou in ieder geval voorbij de 75. Hè, dus ik ben nu ook bezig om mij voor te bereiden op het Nederlandse minister-presidentschap. Want er komen steeds meer ouderen. En Jan Nagel gaat nu zelf de oudere partij leiden. En ik verwacht eigenlijk elk moment een telefoontje of ik bereid ben om de natie te leiden als de oudere partij de absolute meerderheid verwerft. En dan zal ik zeggen, kijk naar Adenauer. Hè? Of kijk naar Winston Churchill. Weet u iemand hoe oud Churchill was toen hij in 40 minister-president van Engeland werd? In de duisterste uren van de Engelse natie. Wat zegt u? Als ik u verstond, zou het lollig zijn. Ja, 65, dat heeft u gelijk. En dat was in 40, moet u zich voorstellen, 65. Hè? Terwijl wij willen eigenlijk alleen maar leidende politici die zo'n beetje tussen de 40 en de 50 zijn. Waardoor vooral de ouderen onder ons eigenlijk helemaal geen vertrouwen in de politiek kunnen hebben. Want je denkt altijd, wat zijn er versnotneuzen? Hè? Ja. Wel, misschien geschikt om eens een tijdje te oefenen als wethouder in Coevorden of zo. Maar hoe oud was Drees toen hij minister-president werd? Ook 65. Hè? Dat zou nu niet meer kunnen, dat bent u toch met me eens. Als er een AOW'er wordt voorgedragen, nou zeg, het land zou te klein zijn. Hè? Maar in feite hebben wij, als het zo doorgaat, hebben wij ouderen, niet waar, een steeds grotere electorale macht. Wij komen namelijk stemmen, dat zijn de jongeren te beroerd voor. Hè? Nee, ik zie het wel zitten. Adenauer, Churchill, Drees. Het is een heel ander, of denkt u aan de Gaulle eventueel. Het zijn allemaal 70'ers die de politieke leiding hebben. En nu zijn het lui die 30 jaar jonger zijn. Dat is een enorme shift in feite. Ik zie dat u er niet echt mee zit. En dat u ook niet de ambitie heeft om uw laatste jaren te vertalen in eindelijk verstandige politiek. Hè? Want wat je verder mogen denken van Adenauer, het was precies de juiste man op de juiste plaats in Duitsland. Hè? Een conservatieve Rijnlander, een rozenkweker. Ja, het is niet anders. De kwestie die je steeds speelde in de jaren 20 was de kwestie van de herstelbetalingen. En al in 1922, eind 22, zeiden de Duitsers, ja sorry, wij kunnen dat helemaal niet betalen.
Onze export draait niet, dus we kunnen nooit die de buitenlandse valuta opbrengen om die herstelbetalingen ook te betalen. En dan zeggen de Fransen en de Belgen, nou als jullie niet kunnen betalen, dan komen we het wel zelf halen. En dat leidt tot de bezetting van de Roer in 1923. Ja, want dan konden ze dezelfde kolenvoorraden daar meteen in beslag nemen en naar Frankrijk en naar België transporteren. Want de zware industrie in Europa was aanzienlijk afhankelijk van de Duitse kolenproductie. Frankrijk had een te geringe kolenproductie om zijn eigen zware industrie draaiende te houden. Dat gaat later een rol spelen bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ik loop af en toe maar op de gebeurtenissen vooruit dat u een beetje weet waar het heen gaat. En dat leidt in Duitsland tot die wonderbaarlijke inflatie, want de Duitsers als een soort van protest, er waren reusachtige stakingen in het Ruhrgebied, maar de lonen werden doorbetaald. Dus er werd niets geproduceerd, maar de lonen werden doorbetaald. Er was toch al sprake van een sterke inflatoren ontwikkeling. En dan loopt die inflatie totaal uit de hand. Niemand verzamelt meer postzegels, anders zou ik hier een leuk intermezzo kunnen inlassen, hè, dat u misschien een postzegeltje nog heeft van Bismarck, waar dan overheen is gedrukt 6 miljard mark. Hè. Ja, alleen de ouderen knikken nog een beetje mee. Hè. Vroeger hoorde je ook dat zo'n postzegelverzameling goud waard was. Nou, volgens mij krijg je er helemaal niets meer voor. Het is een verdwenen fenomeen in feite. Dat leidt uiteindelijk tot een geldsanering in Duitsland en dat leidt ook tot het zogenaamde Dawes-plan. Een Amerikaanse bankier verzint een oplossing voor het probleem van de herstelbetaling. Een absoluut geniale oplossing. Want, wat is daar? Ten eerste wordt het bedrag verminderd, in het begin worden de te betalen bedragen nog sterker verminderd en de Amerikanen beloven forse dollarleningen te geven aan de Duitsers. En de Duitsers konden die dollarleningen, die konden ze weer gebruiken om de Fransen en de Engelsen die herstelbetalingen er toen toe komen. En dan konden de Fransen en de Engelsen daarmee met die dollarleningen weer de Amerikanen betalen, omdat ze zoveel spullen uit Amerika hadden gekocht in de loop van de oorlog. Dus u ziet dat hier een geniaal circuit gecreëerd is, waarin de Amerikanen eigenlijk geld leenden aan zichzelf. Via de Duitsers en de Fransen leenden ze geld aan zichzelf. En dat heeft tijdelijk in ieder geval tot het daarna is toch een keer fout gegaan, maar we treden niet al te veel in details. En in 1925 komt het verdrag van Locarno tot stand en dat leidt eigenlijk tot de normalisering van Duitsland in het Europese bestel. Want Duitsland wordt ook lid van de Volkenbond. Duitsland is bereid om zijn westgrenzen te garanderen. De oostgrenzen, dat willen ze niet garanderen, maar ze willen wel beloven dat ze die niet met geweld zullen veranderen. Dus in die zin zeggen ze met zoveel woorden, we zijn bereid om onze positie, nieuwe positie, te aanvaarden. Behalve wat betreft onze oostgrenzen, die zouden eventueel door arbitrage of onderhandelingen opnieuw moeten worden vastgesteld. En nou, zei wel, ze worden ook lid van de Volkenbond. Duitsland is terug als genormaliseerde natie. Je ziet dat dat toch vrij snel gaat. Dat zal na de Tweede Wereldoorlog ook het geval blijken te zijn. En dan zou je kunnen zeggen, wie weet zou het goed gegaan zijn. Wie weet hadden we helemaal geen Tweede Wereldoorlog gehad als zich niet had voorgedaan de grote economische crisis. Die met name in Duitsland geweldige negatieve effecten heeft gehad. Juist omdat Duitsland zoveel kortlopend krediet had gekregen uit Amerika, wat nu teruggevorderd wordt door de Amerikanen in deze crisisomstandigheden, schiet in Duitsland de werkloosheid omhoog. Al heel snel ligt eigenlijk de hele Europese economie op zijn reet. De Amerikanen organiseren regelmatig dit type van vuifjes. Want denk aan 2008, aan wie hebben we die ellende te danken? Niet waar aan het neoliberalisme en aan het belachelijke speculatieve gedrag van een groot deel van het Amerikaanse kapitaalmarkt. En dat is nu eenmaal de grootste en de belangrijkste kapitaalmarkt ter wereld. Ik wil onszelf niet vrijpleiten, zover wil ik niet gaan. Ook bij ons hadden de banken zich misdragen natuurlijk, maar nou ja. En die crisis heeft
Ik sla een en ander over, dat zult u begrijpen. Maar die crisis heeft in feite veroorzaakt dat Hitler in Duitsland aan de macht komt. Voordat die crisis uitbarst, heeft de NSDAP nooit meer dan 4%, 3,8% van de stemmen gekregen. Maar dan barst die crisis los. Je kunt je ook afvragen hoe verstandig de Weimar Republiek daarop heeft gereageerd. En nog ongelukkiger is dat er in die jaren tussen het begin van de crisis en 1933 een lange, lange reeks van verkiezingen is in de Weimar Republiek. Zo'n beetje elke drie kwart jaar zijn er verkiezingen. En u wil het wonderlijke geval, ik weet niet of u het zelf ooit zo bekeken heeft, Hitler was echt een magistrale campaigner. Hitler is in die zin, Hitler was een, wat is Hitlers grootste talent? Spreken. Spreken voor grote hoeveelheden mensen. Het begeesteren van grote hoeveelheden mensen. Want u kent Hitler van het laatste stukje, op YouTube is hij alleen het laatste stuk. Die redenvoering duurde 3 uur. En dan de laatste paar minuten was hij volledig boven zijn theewater en stond hij enorm te schreeuwen en zo. En dan denkt u van, waren ze 3 jaar? Maar wat u niet ziet, is dat de hele zaal boven zijn theewater geraakt is. En ik kan u zeggen, dat is een immens talent. Ja, ook een gevaarlijk talent, maar dat is een immens talent als je dat kan. Hij begon heel rustig en heel kalm op een soort, op dezelfde lullige toon als die ik hanteer eigenlijk. En bij mij is dat gewoon alsmaar precies hetzelfde. Maar stel voor dat ik er steeds elke 10 minuten een schepje bij deed. En dat tenslotte het schuim op de lippen zou staan. En dat u allemaal naar buiten zou rennen om de jihadist in de kraag te grijpen. En dat die allemaal Zwarte Piet wil worden. Nou ja, ik heb dat talent niet. Ja, of dat gelukkig is of niet, dat durf ik eigenlijk geen verstandig woord over te zeggen. Maar Hitler had het wel. Hitler sprak op 1 dag op 3 verschillende plekken in Duitsland. Hij kon in Hamburg, Hannover en München spreken, omdat hij de allereerste politicus was die een vliegtuig gebruikte. Dus hij sprak 's ochtends in Hamburg, hij sprak 's middags in Hannover en sprak 's avonds in München. En ik zal het u nog gekker vertellen, hij is natuurlijk altijd gezegd, die Hitler opkomst van NSDAP is gefinancierd door het groot kapitaal, dat is helemaal niet zo, dat hebben ze uitgezocht. Ik zal niet zeggen dat die misschien ook wel eens wat gegeven hebben, maar in feite leefde de NSDAP, leefde van Hitlers spreekbeurten. Want voor Hitlers spreekbeurten werd betaald. U bent hier gratis binnengekomen, Wie zou ook gegaan zijn als het €12,50 had gekost? Ja, zeg het maar eerlijk. 1 persoon. Nou, dat is... het is altijd goed dat je de waarheid te horen krijgt. Ik heb me wel eens afgevraagd, voor welke Nederlandse politicus zou je betalen om hem te horen spreken? Zou je voor Mark Rutte betalen? Nee, nou geen mens. Wie zou voor Mark Rutte bereid zijn te betalen? Niemand. Wie zou bereid zijn om voor Buma te betalen? Bij Buma is dat zo, dat is eigenlijk al op de grens van, als ze mij een tientje geven, ben ik bereid om 10 minuten te luisteren, maar dat moet ook niet gekker worden. Wie is de beste Nederlandse politieke spreker van dit moment? Wie zou u wel uit willen nodigen? Ik ben geen politicus natuurlijk, maar ik weet ook niet of ik een goede politieke spreker zou zijn, eerlijk gezegd. Dan moet je wel een beetje... Nee, we hebben geen retorische traditie in Nederland. Ik zou eigenlijk niemand weten. Je had vroeger in de Kamer die man, die burgemeester, wat was het ook alweer, van Alblasserwaard was, of van Alblasserdam, of... Hoe heette die ook alweer? Wat? Schakel, ja, precies. Schakel, dat kon, die hoorde tot mannen, broeders, die kon zo verhalen afsteken dat je denkt, hij spreekt namens de heren, dat werkt. Maar wij hebben die traditie helemaal niet, want Mussolini is ook groot geworden als redenaar. We hadden nooit gehoord van Adolf Hitler als hij niet een groot spreker was geweest. Hij was op een cursusje van de Rijksweer en
Nou ja, dan zei die leider, die cursusleider, zegt van zeggen, we hebben hier een gozer, die is echt, als die eenmaal begint, het is niet te stoppen en het is echt een groot spreker. Wie is eigenlijk de enige momenteel in de wereld die we eigenlijk alleen maar kennen en die zijn positie toch grotendeels bereikt heeft, omdat, u ziet het al aankomen, Obama, hè? Want u zou best, als u hoorde dat Obama in de aula zou gaan spreken, dat hij mij volgende week komt vervangen. Ja, ze hebben wel gebeld, maar ik ben niet akkoord gegaan. Dan zou u wel gaan luisteren, toch? U zou er ook geld voor over hebben, of niet? Nee, u had er ook geen. Nou, andere knikken, toch, ze zouden er wel wat voor over hebben. Hij is natuurlijk, het gekke is, dat we ons bij Obama eigenlijk... Niet waar, wat een begeesterend spreker was het bij, hè? There's not blue America, there's not a red America, but there's one America. En die schitterende redenvoeringen van de campagne van 2008. En het lijkt wel of alle energie in zijn grote teen gezakt is. Hij is nog wel professoraal, je ziet hem ook denken terwijl hij spreekt, maar het is niet meer wat het was, ben ik geneigd om te denken. Maar ik geef u toe, Obama kennen wij omdat hij een immens talent heeft. En dat is dat een spreker emotie op kan wekken. U lacht wel op mij, maar niemand is tot tranen geroerd. U komt niet straks thuis en zegt van God allemachtig. Het was zo aangrijpend. Mijn ziel is tot het diepst geroerd. Ik durf eigenlijk niet te gaan volgende week. Nee, dat zegt u niet. En ik streef het ook niet na, dus u hoeft zich verder niet te schamen voor het feit dat. Maar ja, Hitler was een groot spreker en zodoende is hij kanselier van Duitsland geworden. En hij was ook een ideoloog, hij was een bevlogen ideoloog. Hij vond dat hij Duitsland beslissend op moest stoten in de vaart der volkeren. Dat kon alleen als Duitsland de oorlog over zou doen en dan niet zou verliezen, maar zou winnen. En dat lijkt mij een geweldig moment om er een punt achter te zetten voordat u geen enkele trein van de NS meer kunt halen. Ja, waarschijnlijk is er vanavond winterdienstregeling of zoiets dergelijks. Je weet het nooit helemaal zeker. Ja, we gaan door volgende week bij januari 33. Als Hitler aan de macht komt en eigenlijk razendsnel de Europese verhoudingen op de kop weet te zetten. Waarom? Nogmaals, omdat Duitsland verreweg de machtigste natie van Europa was in de jaren 20 en 30. En wat is op dit moment verreweg de machtigste natie van Europa? Dat is Duitsland. We hebben Duitsland 2 maal verpletterend verslagen. En wie is de machtigste natie van Europa? Dat is Duitsland. Wie heeft dat al eens eerder gezegd? Margaret Thatcher. We beat them twice and they are back. The Germans. Ja, dat zei ze toen het eruit zag in 89 en 90 dat de hereniging razendsnel zich zou voltrekken. Ze was in totale paniek. Ze had ook een of ander boekje over Duitsland in de handtas zitten. Nou, dank u voor uw aandacht en tot volgende week. Wij waren blijven steken in januari 33, als ik het me goed herinner tenminste. Hitler komt aan de macht in Duitsland. En je kunt verder veel van Hitler zeggen, maar hij was wel een Duitse leider die inzag dat de positie van Duitsland veel sterker was dan velen zich eigenlijk hadden gerealiseerd. Feitelijk kun je dat nog steeds zeggen, hè? Dat de positie van Duitsland elke keer sterker blijkt te zijn dan velen zich hebben gerealiseerd. Dat geldt ook voor het huidige Duitsland. En wie weet wat de toekomst op dit punt gaat brengen. Het zal u duidelijk zijn dat Hitler had 1 groot doel, 1 absoluut centrale prioriteit. En dat was de oorlog nog een keer voeren die Duitsland verloren had, ten einde Duitsland nu die oorlog te laten winnen. Want hij dacht dat Duitsland pech had gehad en misleid was en ik weet al niet wat. Het was helemaal niet nodig geweest. Daarnaast was er natuurlijk die hele racistische boodschap, maar in feite is de kernboodschap, die oorlog moet nog een keer gevoerd worden. U begrijpt dat hij dat niet zei in het voorjaar van 33. Integendeel, de eerste 2 jaren van zijn kanselierschap heeft hij
in feite een hele vredelievende indruk gemaakt. Hij heeft een verbond met Polen gesloten. Hij heeft een marineverdrag met de Engelsen gesloten. Maar er waren ook wel signalen dat het ook de andere kant op zou kunnen gaan. Hij heeft zijn lidmaatschap van de Volkenbond opgezegd. En hij heeft alle beperkende militaire beperkingen van het verdrag van Versailles ook direct opgezegd. En aangekondigd dat hij de dienstplicht weer ging invoeren. Dat de Luftwaffe opgebouwd zou worden. En dat Duitsland ook aan een nieuw leger zou beginnen. En dat hebben we tenslotte ook daadwerkelijk gemerkt. De eerste keer, ja, nee, ik moet eerst nog. Hij pikt ook een bondgenoot op onderweg, Mussolini. Mussolini die wil een groot rijk vormen en die heeft daartoe zich voorgenomen om naar Abyssinië te veroveren. Dat loopt overigens betrekkelijk slecht, zoals alle, ik geloof al een keer vorige week duidelijk gemaakt aan u, dat wat Italië militair ook ondernam, het ging eigenlijk altijd fout. In die zin een land met een zeer geruststellende traditie. Ja, de kans dat u volgende week in de krant leest dat het Italiaanse leger de Alpen heeft overschreden en een hoog tempo op weg is naar Berlijn, die kans is echt buitengewoon klein, kan ik u verzekeren. Ze zouden al heel snel zouden ze verdwalen of de benzine zou op zijn of nou ja, zou iets zijn waardoor het niet door zou kunnen gaan. En Mussolini in Italië wordt getroffen door een boycott in verband met die aanval op Abyssinië. En daarover is hij zo boos eigenlijk dat hij zijn westerse bondgenoot in de steek laat en dat hij zich aansluit bij Hitler. Hitler was een groot bewonderaar van Mussolini. Zoals vrijwel iedereen uit de verte in die jaren een groot bewonderaar was van Mussolini. Want hij had de Pontijnse Marsen gedempt en nou ja, die had ervoor gezorgd dat in Italië de treinen op tijd reden. Wat dat betreft zouden wij ook in Nederland misschien gedurende korte tijd een daadkrachtige dictator wel kunnen gebruiken. Het is duidelijk dat alle andere instanties ingrijpend gefaald hebben, dus wie weet. Al ben ik er zelf van overtuigd, zuiver op historische gronden zoals u zult zien, dat het ook een dictator niet zou lukken om de NS-trein op tijd te laten rijden. Het is feitelijk uitgesloten dat dat ooit nog gaat gebeuren. Want u denkt misschien, of u heeft dat wel eens gelezen, en als u iets leest dan denk je altijd, dit zal wel waar zijn, maar twee Amerikanen hebben uitgezocht of die treinen in Italië daadwerkelijk op tijd rijden na 1922. En u begrijpt al waar dat heen gaat, ze rijden helemaal niet op tijd. Hè? Dat was hetzelfde gerucht als met de Zwitserse spoorwegen. Als het bij ons dan weer fout was en je had de vorige trein correct gehaald, dan las je altijd in de krant dat de Zwitserse spoorwegen, dat is van een punctualiteit waar zelfs de Japanners een puntje aan kunnen zuigen. Terwijl alle Japanse machinisten, zoals u weet, witte handschoenen dragen, waardoor de Japanse spoorwegen jarenlang het meest verliesgevende bedrijf ter wereld zijn geweest. En wat las ik nu recent in de krant, er was een ongeluk in Zwitserland gebeurd, wat eigenlijk ook niet kan, onbegrijpelijk. Waarschijnlijk zijn er jihadisten in het spel, we weten het niet zeker. Ja, die waren naar Syrië en die hebben iets verschrikkelijks gedaan. Maar wat blijkt, uit dat hele stuk bleek dat ook de Zwitserse spoorwegen niet 100% punctueel zijn. Dus eigenlijk geleidelijk aan zijn al mijn illusies zijn verstoord. Ik had eens vakantie naar Zwitserland gepland om 14 dagen op tijd met de trein te kunnen gaan. Gewoon puur alleen voor het genoegen dat hij er is op tijd en hierin stapt en dat hij dan, hè, heeft u dat niet dat je hier in de trein zit in Utrecht en ik denk, hij zou moeten gaan rijden nu. En ik denk dan altijd zou er iets defect zijn, hè, zijn wiel afgevallen. De bovenleiding is kapot. Nou. En dan tenslotte, na enige tijd gaat hij rijden waarbij ze altijd op zo'n ongelooflijke onverschillige toon weten te suggereren dat hij precies op tijd vertrokken is. Terwijl jij ondertussen je aansluiting in Papendrecht al gemist hebt. Ik moet oppassen dat dit thema niet de hele avond gaat vullen. Want het is een van mijn favoriete thema's. Ja. Vanaf 36 slaagt Hitler erin eigenlijk om stap voor stap de strategische positie van Duitsland te versterken
En de interessante gegeven daarbij is dat Frankrijk en Engeland eigenlijk niets doen om die stap voor stap uitbreiding van zijn macht een halt toe te roepen. Daarover dadelijk iets meer. Dat is in 36, voorjaar 36, de bezetting van het Rijnland. Het Rijnland was gedemilitariseerd in het verdrag van Versailles. Daarvoor was ook wel een soort termijn afgesproken en lang voordat die termijn over was besluit Hitler dat het Rijnland te bezetten. U heeft allemaal denk ik wel eens die foto gezien van die Duitse soldaten die die brug overmarcheren richting het Rijnland. Hitler was dood en dood nerveus en had opdracht gegeven als er ook maar iets gebeurt, als er ook maar een Franse agent op een fiets verschijnt die roept ho in het Frans, meteen dan stoppen we ermee. Maar er gebeurde niks. De Fransen zeiden niks, waarom zeiden de Fransen niks, omdat de Engelsen niks zeiden. En waarom zeiden de Engelsen niks? En dan komen we aan dat thema van de tweede helft van de jaren 30. Omdat de Engelsen eigenlijk hoopten dat ze ooit een soort settlement in Europa zouden kunnen verzinnen waarbij Duitsland tevreden zou zijn met die settlement. A great settlement, dat was hun idee. En omdat ze veel eisen van Hitler eigenlijk wel redelijk vonden, ja, wat was eigenlijk onredelijk in de remilitarisering van het Rijnland? Ook niet zoveel natuurlijk. En u moet, voordat u nou weer, er zitten natuurlijk allemaal goochelen met ze in de zaal, die zeggen dan, ja maar hij had toch in Mein Kampf al geschreven dat hij de hele wereld ging veroveren. Als we zouden moeten letten op de pamfletten die historici, die politici schrijven voordat ze aan de macht komen, nou dan zou in feite een collectieve zelfmoord het enige antwoord zijn. Maar het geruststellende gegeven is dat wat de meeste politici schrijven volkomen betekenisloos blijkt te zijn voor het beleid wat ze later gaan voeren. Zelfs tot op zekere hoogte geldt dat voor Hitler. Want wat in Mein Kampf staat is impro, wist hij hoe het zou gaan? Had hij een groot plan, daar gaat het heen, zo moet het, stap voor stap? Nee. Als er nou één improvisator was in de vorige eeuw, dan is het wel Adolf Hitler. En u weet, hij was de meest succesvolle politicus van de jaren 30 en godzijdank de minst succesvolle politicus van de jaren 40. Maar hij was er snelde in de jaren 30 van succes naar succes. En de Engelsen zeiden, laat hem maar. Want dan geven we hem een aantal dingen die hij graag wil. En dan zal hij zeggen, oké, ik ga akkoord met de huidige situatie in Europa. Wat Hitler absoluut niet van plan was, maar dat wisten de Engelsen niet. Dat weten wij wel, maar dat wisten de Engelsen niet. Het is een beetje net als met Poetin. We hebben wel een vermoeden. En zeker de generaal van Kappen heeft een vermoeden. Ja, ik weet niet of ik hem al eerder genoemd heb, maar hij staat telepathisch in contact met Poetin. Waardoor hij steeds weet wat een gruwelijke dingen ons te wachten staan. Hele nieuwe hoofdstukken, boeken die geopend zullen worden. De zaak is even uitgesteld in verband met een staakt het vuren. Maar u zult zien, dat is allemaal sluw spel van Poetin. Dat was natuurlijk niet toevallig net toen die andere leider allemaal in Wils zaten te vergaderen. Met die JSR op de achtergrond. Hij oogde wel lekker. Hij hoefde niet te vliegen, dus hij oogde wel lekker. En een tank stond er en zo. Ik vond het wel. Dan denk je, die NATO is toch ergens goed voor. Hoe kwam ik nou op de NATO? Oh ja, door generaal van Kappen natuurlijk. Die, ja, evenmin als ik weet generaal van Kappen wat Poetin denkt. En ik zelf heb ik het sterke vermoeden dat Poetin vaak ook niet precies weet wat hij denkt. Maar dat ook daar een aanzienlijke portie improvisatie aan ten grondslag ligt. Zoals dat bijna altijd gaat. Waarbij met name meestal de improvisator niet weet in wat voor eigenaardige situatie hij terecht kan komen door zijn improvisaties. Want in feite improviseert Hitler zichzelf naar zowel de zelfmoord van de Duitse natie als zijn eigen zelfmoord. Dat gaan we allemaal nog behandelen vanavond. U zult dadelijk zien hoe het tempo ongekend omhoog gaat. En hoe ik meerdere wereldrecords ga breken op dit punt. Ja, Engeland doet niks en Hitler bezet het Rijnland in 1936. En in 1938... volgt weer in het voorjaar de Anschluss. Ik zal u niet de complexe voorgeschiedenis uit de doeken doen, want daar hebben we dus geen tijd voor, omdat generaal van Kappen ons afgeleid heeft. Maar Oostenrijk wordt bij Duitsland getrokken.
En u weet dat de Oostenrijkers na 1945 een magistrale rol hebben gespeeld, het eerste slachtoffer van Nazi-Duitsland. Maar het slachtoffer stond drie rijen dik met witte bloemen langs de weg toen het Duitse leger Oostenrijk binnenkwam rijden. Want Oostenrijk had eigenlijk altijd die ambitie wel gehad. Ik weet niet of die ambitie nog leeft in Oostenrijk. Ik heb de indruk dat ze nu zo lang zelfstandig zijn geweest dat ze puur op basis van Sisi wel verder kunnen. Ja, je zult maar zoiets hebben. Hè? Zo. Heb ik wel aanbevolen om daar te gaan kijken in dat paleis. Dat is echt, dat moet u doen. Dat is een unieke historische ervaring. Ook daar heb ik maar te weinig tijd voor om uit te leggen waarom dat zo is. Maar als u al die haarborstels van Sisi ziet, dan weet u wel hoe laat het is eigenlijk. Psychiatrisch patiëntje. Ja, dat zal maar niet zeggen. Ik zat nog eens bij de televisie, bij de visagie. U weet, daar word je bruin geschilderd. Omdat de camera's nog in een primitief stadium verkeren. En de menselijke huid niet behoorlijk kunnen representeren. En 2 meter van mij af zat Linda de Mol. En Linda de Mol had een speciale meneer bij zich. Ik mag natuurlijk niet roddelen, dus ik hoop wel dat u dat nou niet gaat doorvertellen thuis. Mondje toe. Linda de Mol had een speciale meneer bij zich die haar haar borstelde. Nou ja, kun je daar iets mee voorstellen, dat je een minuutje je haar borstelt, dan zit het meestal wel zo'n beetje zoals het zou moeten zitten. En al die tijd dat ik daar zat, ik moest ook nog wachten, stond die man haar haar te borstelen. Het had 20 minuten geduurd en ik denk van meneer, voelt u zich wel lekker? He? Is er iets mis? Bent u van plan de hele zaak eraf te borstelen of zo? Waar moet dat heen? En ik kan u verzekeren dat toen ik vertrok, bruin geschilderd en wel, was die man nog steeds bezig om haar haar te borstelen. Was het beter gaan zitten in dat halve uur? Ik kon het niet zien, eerlijk gezegd. Dat zou je toch overkomen, hè? Hoe zou u dat vinden? Dat er 's ochtends iemand aanbelde bij u en zegt van zeg, ik kom uw haar borstelen. Ik heb er een half uur voor uitgetrokken. Je moet wel heel weinig zelfvertrouwen hebben als je kort voor het begin van het programma Pauw en Witteman je haar een half uur laat borstelen, hè? Dat is ook op de grens van psychische zwakheid. Ik kan u bijvoorbeeld verzekeren dat ik voordat ik hier naartoe kwam, mijn haar helemaal niet geborsteld is. Ik zei wel tegen hem van, kun je er nog even een borsteltje doorheen halen? En toen zei ze, dacht je dat het die mensen een reet kon schelen of dat haar voor jou goed zat? Ja, zo gaat dat. En de Anschluss, daar waren we blijven steken. En die Anschluss die had nog niet plaatsgevonden. Ja, sorry dat ik even afdwaalde, maar ik hoop ook echt dat u het niet aan iedereen gaat vertellen. Dat is natuurlijk wel zielig voor Linda de Mol. Ik begrijp nu ook waarom al die echtgenoten weglopen. Flauw. Wat een flauwe dingen denken mensen toch, hè? Oh jee, het werd getwitterd. Zei u dat niet? Wie zei dat het getwitterd werd? Wilt u de hele vorige passage elimineren door computer iets in te drukken? Delete. Delete all, wat mij betreft. U zit in een 38. En de Anschluss heeft nog niet plaatsgevonden of Hitler richt zich op Tsjechoslowakije. Een nieuw staat, ook weer zo'n product, zo'n ongelukkig product van het verdrag van Versailles. Want in Noordwest, Tsjechoslowakije, woonde een grote Duitsstalige minderheid. De zogenaamde Sudeten-Duitsers. En die waren sowieso al niet zo gelukkig. Hoe? Hoorde u ook die zoom of leek dat, was het dan iets? Zit de vraag van Linda de Mol, dat zou niet kunnen. De wraak van de Inca. Poeh. Ja, die waren een beetje opgejut door de nazi's, maar waren sowieso niet erg gelukkig dat ze een minderheid in Tsjechoslowakije vormden. En die hadden al intern een campagne opgezet, Heim ins Reich. Zij wilden eigenlijk terug naar het Duitse Rijk. Zij wilden burgers van het Duitse Rijk worden. U begrijpt, daar hebben de nazi's gebruik van gemaakt en ze hebben het fenomeen enorm versterkt.
En zo wordt een crisisrond Tsjechoslowakije geconstrueerd. U weet hoe dat tenslotte afgelopen is. Na een aantal tussenstappen heeft Hitler volledig 100% zijn zin gekregen. Dat we zeggen, het hele Duitsstalige stuk van Tsjechoslowakije is aan Duitsland gekomen. Ook in 1938 bij het fameuze verdrag van München. Dat verdrag van München heeft na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, nog een langdurige, ongelukkige nageschiedenis gehad. In de zin dat zodra je een min of meer normaal compromis wilde sluiten of ergens een overeenkomst wilde maken, werd er direct geroepen het verdrag van München. Hè. Toen zijn we erin geluisterd door een man met een snor. En nou, u weet, Stalin had ook een snor. Ik las laatst, dat vond ik wel geestig, dat Martin Amis, die heeft over beide dictators geschreven, die noemde Hitler de kleine snor en Stalin de grote snor. Dus sinds die tijd kan ik mij niet onttrekken aan het feit dat ik een portret van Hitler zie, denk ik, kleine snor. He? En als ik Stalin zie, grote snor. He? Zo groot was die snor van Stalin, trouwens niet. Ja, het idee van de Engelsen was, denkt u aan Chamberlain, peace in our time, nu moet Hitler zo langzamerhand wel tevreden zijn. We hebben in feite al die dingen die hij gevraagd heeft, die hebben we hem gegeven. En wat gebeurt er dan in maart 1939? Het is in feite het draaipunt in die appeasementpolitiek en in de hele sfeer van de jaren 30. Hitler bezet onverwacht Praag. Kortom, hij ruimt de hele romp van Tsjechoslowakije die er nog was, die ruimt hij op. Slowakije wordt verder geregeerd door een fascistoïde pater. Ik wil daar nou verder helemaal geen bijzondere conclusies aan verbinden. Pater Tiso, als ik het me goed herinner. En Tsjechië wordt simpelweg bij Duitsland getrokken. En als hij dat doet, als hij dus handelt volstrekt in strijd met alles wat hij in München beloofd heeft, is het klaar voor de Engelsen. Dan is er ook een heel andere stemming in het kabinet. We moeten hier uiteindelijk een punt achter zetten. We moeten Hitler stoppen. Stop Hitlerism, zegt Chamberlain in een van deze maanden. En dat is denk ik volkomen juist. Dat gebeurt allemaal op het moment dat ook het volgende slachtoffer van Hitler al in het vizier is, namelijk Polen. Polen moet allerlei vergaande concessies doen, zegt Hitler. Polen was natuurlijk ook een constructie van Versailles, en ik weet niet of ik het vermeld heb, maar de puur Duitse stad Danzig, die aan de Oostzee ligt, zoals u ongetwijfeld wel weet, ja, je weet het tegenwoordig, de 50-plussers hebben nog wel een aardig idee waar Breda en Danzig liggen, maar vooral iedereen die daaronder zit, die raakt al gauw in de war, en die zijn verbaasd als ze in Kopenhagen aankomen, dat ze niet in Parijs zijn. Ik heb op dit punt een hele reeks van komische anekdotes, maar die zal ik u besparen. Al was het maar om Linda de Mol ook niet verder te kwetsen. Ja, Danzig moet terug naar Duitsland. Tussen Danzig en Duitsland was de zogenaamde Poolse corridor. Die moest ook naar Duitsland. En bovendien moesten de Polen garanderen dat alle Duitsstaligen in Polen, een groot stuk van Silesië, was ook aan Polen gekomen, dat al die Duitsstaligen, dat die fatsoenlijk behandeld zouden worden. Nou, u begrijpt al wel, dat zijn volstrekt onmogelijke eisen. En je kunt alles als niet fatsoenlijk beschouwen. Als je dan, ja, hebben wij de Limburgers fatsoenlijk behandeld sinds 1830? Daar verschillen de meningen ook over. Hè. De Limburgers vinden van niet en wij vinden al veel te veel eigenlijk. In grote trekken. Kunt u het daar een beetje verstaan achterin? Of denkt u, waar gaat het over? De thematiek is vooral Linda de Mol. Hoe we erop gekomen zijn, weet ik niet, maar. En de appeasementpolitiek. En wat de Engelsen en de Fransen meteen doen, die garanderen de zelfstandigheid van de staat Polen. Daarmee indicerend, het moet nu afgelopen zijn. Mocht je ook Polen aanpakken, dan zal dat verstrekkende consequenties hebben. Waarvan Hitler zich eigenlijk niet zoveel heeft aangetrokken met de overweging, wat kunnen de Fransen en de Engelsen in godsnaam doen als ik Polen aanpak? En daar zat strategisch gedacht, daar zat wel wat in.
Het is net alsof wij een hele grote mond hebben over de oostelijke Oekraïne, terwijl we A beloofd hebben niet te schieten en B ligt het hele gebied binnen de strategische invloed van Rusland. Dan is het verstandig om een niet al te grote mond te hebben als je al in feite de situatie strategisch hebt weggegeven. Ik heb daar helemaal geen kritiek op, ik vind het verder prima. Het kan me helemaal niet schelen of Luhansk en Donetsk weer bij Rusland komen, moet ik u eerlijk bekennen. En ik weet niet hoeveel van u er wakker van hebben gelegen. Misschien een enkel volkenrechtelijk jurist. Maar het zijn van die plaatsen waar je denkt, beter kwijt dan rijk eigenlijk. Hè? Als je dat zo eens bekijkt. Ja, de kwestie was natuurlijk, wat zouden Frankrijk en Engeland kunnen doen? Alleen als dat iets was in samenwerking met de Sovjet-Unie. Die immers aan de andere kant van Polen lag. Want dan zou je de Duitsers in principe vanaf twee kanten onder druk kunnen zetten, als je dat zou willen. En er zijn ook onderhandelingen gevoerd tussen de Engelsen en de Fransen en de Sovjet-Unie. Maar dat schoot echt totaal niet op. Het was al duidelijk dat de Engelsen er eigenlijk bar weinig voor voelden om met de Sovjet-Unie in zee te gaan. Heel veel mensen natuurlijk, zowel in Frankrijk als in Engeland, beschouwden de Sovjet-Unie eigenlijk als een veel groter gevaar voor Europa dan Hitler was. Daar hadden ze er lelijk op verkeken. Daar kwam bij dat de Sovjet-Unie als eis stelde dat het Rode Leger doortocht in Polen moest hebben. U begrijpt dat de Polen daar minder enthousiast over waren. Kortom, die onderhandelingen die lopen uiteindelijk dood. En u begrijpt ook wel dat in feite de Sovjet-Unie Duitsland heel wat meer aan de Sovjet-Unie had te bieden. Als je maar gewetenloos genoeg bent, kun je altijd veel bieden natuurlijk. Dan de Fransen en de Engelsen die eigenlijk helemaal niets hadden te bieden. En zo komt op 23 augustus een van de grootste verrassingen van de recente geschiedenis tot stand. De twee gezworen vijanden, Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, tekenen een verdrag. Het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-verdrag. Molotov was de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Ribbentrop was de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk had je dat al ruimschoots aan kunnen zien komen, omdat Molotov in mei van dat jaar 39 Litvinov had vervangen. Litvinov was in de jaren 30 de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. En Litvinov was een Jood en sterk georiënteerd op de United Nations, het Westen en niet natuurlijk op Nazi-Duitsland. Dus toen Litvinov door Molotov werd vervangen, had je in principe de bui wel kunnen zien hangen. Dat verdrag, dat was een non-agressiepact. Men besloot elkaar niet aan te vallen, tegenstanders niet te helpen. Er was ook een niet onaanzienlijk handelsverdrag in opgenomen. In die zin kun je achteraf wel een beetje stellen dat de Sovjet-Unie een niet onaanzienlijk deel heeft geleverd van de grondstoffen waarmee Nazi-Duitsland tenslotte de Sovjet-Unie bijna twee jaar later zou aanvallen. Dat blijft een enigszins eigenaardige zaak. U begrijpt overigens wel waarom Stalin het gedaan heeft. Stalin die was ervan overtuigd dat de westelijke geallieerden uiteindelijk het zo wilden manipuleren dat de Sovjet-Unie ook zou worden aangevallen. Dat hij het slachtoffer zou worden van een gezamenlijke Europese agressie, dat zou hij nu niet en hij zou tijd kunnen winnen. Het gekke is, hij heeft die tijd helemaal niet gewonnen. Hij heeft eigenlijk alles fout gedaan wat hij fout kon doen. En hij had veel minder tijd dan hij gedacht heeft. Hij heeft waarschijnlijk gedacht, nou, dat kan wel een jaar of wat duren, want hij moet ook nog, hij had het ook aangekondigd, men wist dat wel, hij moest ook West-Europa aanvallen. Maar zo is het, dat is allemaal gebeurd, we zullen zo zien hoe dat afloopt. En dat liep eigenlijk voor Stalin heel slecht af. Want nu komen we aan het belangrijkste onderdeel van dat verdrag. Er was een geheim protocol. Het gekke is, de Sovjet-Unie heeft tot 1989 ontkend dat er een geheim protocol was. U weet, dat was de strategie van de communisten, dat als iets gebeurd is wat achteraf onwelgevallig is, dan zeg je dat is helemaal niet gebeurd. Dat deed je zo bijvoorbeeld als er een vliegtuig in de Sovjet-Unie in neerstortte. Dus je wuift je kinderen uit en daarna hoor je nooit meer iets van ze. Je belt op naar het adres waar ze naartoe gingen. Nee, ze zijn niet aangekomen.
iets van gehoord? Nee, daar hebben we niks gehoord. Is er nog iets over dat vliegtuig gezegd? Nee, daar hebben we niks gezegd. Want in de Sovjet-Unie stortte geen vliegtuig. Communistische vliegtuigen storten niet neer. Kapitalistische vliegtuigen vallen als vliegen uit de lucht. Maar communistische vliegtuigen storten niet neer. En dan raakte iemand gewoon zoek. Die was verdwenen. En zo was het ook een beetje met het geheim protocol. En pas toen Gorbatsjov deels de archieven heeft geopend, hebben ze moeten toegeven dat er een geheim protocol was. Overigens was het openen van de Sovjet-archieven een window of opportunity. Dat heeft een paar jaar geduurd. Er zijn een paar prachtboeken zijn daar uitgekomen. En nu is de hele zaak, begrijpt Poetin, is de hele zaak weer gesloten. Nee, natuurlijk, ik hoop dat ze zoveel mogelijk documenten ontvreemd hebben, moet ik eerlijk zeggen. Heb ik zelf wel eens een document ontvreemd? Zeker wel. Maar niet in Moskou hoor, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Maar ja, er waren 19 exemplaren zaten er in het archief. Dus ik denk, dan is het toch niet gek als ik er eentje mee naar huis neem. Of vindt u dat ook verwerpelijk? Nou, zou ik me niet vertellen wat mijn broer nog eens gedaan heeft. Oeh. Ja, nu ik weet dat er getwitterd wordt, zo. Gaan we dat allemaal niet vertellen. U begrijpt ook dat het onder... Oh nee, ik moet nog even vertellen wat er in een geheim protocol stond. In feite was dat geheim protocol een verdeling van de invloedssferen in Oost- en Centraal-Europa. De Baltische Republieken zouden naar de Sovjet-Unie gaan. Eerst alleen Estland en Letland, zo een beetje ingewikkeld. Maar later ook Litouwen. Polen zou verdeeld worden. Dus de afspraak was, als Duitsland Polen aanvalt, zal de Sovjet-Unie na enige tijd volgen. En zo waren er nog een aantal grenscorrecties ook bij in Roemenië, waar je weer geografisch iets minder gedetailleerd van op de hoogte bent natuurlijk. Maar dat stond er in het geheim protocol, dat in feite de beide landen Oost-Europa zouden verdelen. Dat kon Hitler natuurlijk makkelijk doen. Het was zijn eigen spullen, waren het niet, dus hij kon het makkelijk weg. En bovendien was hij vast van plan om op termijn de Sovjet-Unie aan te vallen. Eigenlijk is door dat geheime protocol de positie van de Sovjet-Unie enorm verzwakt. Want er waren dus voor de Sovjet-Unie volkomen nieuwe grenzen ontstaan als gevolg van het protocol. Of die zouden ontstaan, zeker ook als Polen verdeeld zou zijn. Dat gebeurt zo. En toen heeft Stalin beslist dat versterkingen gebouwd zouden worden langs de nieuwe grenzen. Maar die waren in juni 1941, toen de Duitsers tenslotte de Sovjet-Unie aanviel, helemaal niet klaar. Er was vaak geen camouflage, er was geen artillerie, de zaak was totaal niet in orde. Had hij zich maar gehouden aan de oude grenzen. Had hij maar gedaan wat zijn generale staf zei, probeerde de diepte van de Sovjet-Unie te gebruiken om de Sovjet-Unie te verdedigen. Nee, hij dacht dat de ware kracht zou zitten in forward defense. Nou, we zullen zo zien, dat is geen groot succes geworden met de forward defense. Dat de Sovjet-Unie aan een zijden draadje heeft gehangen, hebben we vooral te danken aan de zeldzame stomzinnigheid van Jozef Stalin, waar hij zich ook wel enigszins van bewust was. Ik loop een beetje op de feiten vooruit, maar toen de Duitsers aanvielen en in een gigantisch tempo optrokken in de westelijke Sovjet-Unie, toen Stalin het bericht kreeg dat Minsk was gevallen. Minsk, hè, nu een zelfstandige staat, wijst er maar even op om te laten zien hoezeer de strategische verhoudingen in Europa veranderd zijn. Ik herinner mij nog de oude Patijn. Je moet zo'n beetje 100 zijn, wil je die herinnering met mij kunnen delen. Maar de oude Patijn vond mij nogal een linkse rakker. En ik had een stukje geschreven dat er ook wel een zeker begrip moest zijn voor de defensieve eisen van de Sovjet-Unie gezien de geschiedenis van de 20e eeuw. Waarop die zei, ja, dat vinden jullie linkse rakkers. Maar ik ben pas tevreden als de Russen achter de Pripyat-moerassen staan. Dat zegt u natuurlijk geen donder, die Pripyat-moerassen. Wat u betreft is dat even boven Gouda, maar ik kan u verzekeren, dat is dus niet het geval. Feitelijk is de strategische invloed van Rusland zo'n beetje nu ter hoogte van de Pripyat-moeras. Die daar zo'n beetje in Wit-Rusland, daar is zo'n enorm groot moerasgebied. Dus het is jammer dat ik de oude partij niet bellen kan. Ik ben er zeker van dat hij in de hemel is, dat verdient hij ten volle. En om te zeggen, meneer Patijn, ze zitten achter de Pripyat-moeras.
En u weet, dat is Poetins grote narigheid. Hij ziet het verdwijnen van het strategische schil van de Sovjet-Unie, ziet hij als de grootste strategische ramp van de 20e eeuw. Ja, u begrijpt hoe generaal Van Kappen dat interpreteert. Ik sta daar toch iets genuanceerder tegenover. Dat hele verdrag, het ondertekenen van dat verdrag was, dat zult u wel begrijpen, het doodvonnis voor Polen. En dat bleek ook, oorspronkelijk was die aanval trouwens gepland voor nog een paar dagen eerder, maar door allerlei omstandigheden komt de Duitse aanval op 1 september. De Polen hebben lang niet slecht gevochten tegen de Wehrmacht. Ja, er is zo'n mythologie dat die Polen met een soort gestrekte lans op dat paard van die man die nu over al die hindernissen is gesprongen, de Duitsers tegemoet zijn gereden. Maar dat is volstrekt onjuist. Ja, er zijn duizenden en duizenden Duitsers gesneuveld, Duitse soldaten gesneuveld in de campagne tegen Polen. Dat neemt niet weg dat Polen kansloos was en dat eigenlijk binnen ruim 2 weken Warschau omsingeld was. En op 17 september vallen ook de Russen Polen aan uit het oosten. De Polen hadden nog een soort defensieve strategie, dat ze zich helemaal in het zuidoosten van Polen, dat ze zich daar een soort van egelstelling zouden ontwikkelen, maar daar is het dus allemaal niet van gekomen. En zo valt Polen. En 2 dagen na die Duitse aanval verklaren de Engelsen eerst en een paar uur later de Fransen, die over die dingen altijd een stuk langer moesten nadenken, de oorlog aan Duitsland. En het gekke is, Hitler was diep verontwaardigd. Hij zei, wat is dat nou voor flauwekul? Ze kunnen niks doen. Waarom verklaren ze mij de oorlog? Waar is dat goed voor? En dan zegt hij tenslotte, ik geloof tegen Goebbels, oké, dan zijn we ook meteen van de gedonde af. Dan moet er maar oorlog gevoerd worden. Hij biedt nog wel een soort vredesvoorstel aan, maar dat is van een dergelijke aard dat het volstrekt onacceptabel was. En dan besluiten de Duitsers in november West-Europa aan te vallen. Hoe gaan ze dat doen? Wat heeft de generale staf zich voorgenomen over die aanval? Die zou eigenlijk op ongeveer dezelfde manier gaan als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Alleen zou nu Nederland ook meegenomen worden uit strategische overwegingen. De Duitsers waren namelijk enorm bang dat de Engelsen een aantal bases in Nederland zouden bezetten. Wat er helemaal geen sprake van, maar goed. Interessant is de vraag, zouden wij ons verdedigd hebben tegen de Engelsen als ze dat gedaan zouden hebben? Ja, vanuit onze neutraliteitspositie hadden we dat moeten doen. En als u ooit op Texel bent geweest, dan weet u dat daar een enorme bunker bovenop dat duin is, Bootsmans duin, en nog een reeks van bunkers in de duinen. En waar waren die voor? Die waren om een vijand die het Marsdiep zou binnenvaren te beschieten. Dus die bunkers zijn niet door de Duitsers gebouwd, wat elke toerist altijd denkt. Nee, ze zijn door onszelf gebouwd. Ik ben ook wel eens geneigd om erbij te gaan staan en te zeggen van, kijk, Nederlandse bunkerbouwers. Maar dat heb ik nooit gedaan. En wie zou het Marsdiep kunnen binnenvaren? Nou, natuurlijk niet de Duitse krijgsmarine, dat is niet zo'n waarschijnlijk scenario. Dus dat zou, ik heb me dat altijd afgevraagd. Maar ik denk dat we er nooit precies achter zouden komen wat we gedaan zouden hebben in dat geval wat zich niet heeft voorgedaan. Dus een aanval op West-Europa via de klassieke weg van de Eerste Wereldoorlog. Dat noemden de Duitsers Fall Gallop, zou die campagne. Maar de campagne werd steeds uitgesteld omdat het slecht weer was. November is geen maand om een oorlog te beginnen. Dat voelt u wel aan kloppen aan. Het kan wel, maar je wordt er ook depressief van november. Dus het wordt alsmaar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En ondertussen wordt die campagne wordt veranderd. En dat komt, Hitler was al niet gelukkig met die campagne. Hij zei, we moeten dat toch anders aanpakken. Maar hij wist niet hoe, had daar vage plannetjes voor die nooit zijn geconcretiseerd. Maar hij was iemand die veel concretere plannen had voor een andere aanpak van zaken. En dat was von Manstein, een stafofficier van het Duitse leger. Die merkwaardig genoeg van oorsprong Lewinsky heette. Ja.
God, ik dacht dat u dat wel lollig zou vinden. Maar doet u niks. Ja, hij is geboren, Lewinsky, en hij is geadopteerd door iemand die Von Manstein heet. Zodoende noemen wij hem Von Manstein, maar zijn oorspronkelijke naam was Lewinsky. In principe een Poolse naam, ja, u weet. Die Duitse grootgrondbezitters, Polen, dat was eigenlijk geen grote club, bij wijze van spreken. Ja, die Von Manstein had namelijk het idee, we moeten dat wel doen, die aanval door Nederland en door België. Dan lokken we als het ware, lokken we de Franse, het Franse leger en het Engelse expeditieleger. De British Expeditionary Force, BEF heet dat altijd in de geschiedschrijving. Die lokken we naar boven en dan vallen we ze in het zuiden in de flank aan. En daar gebruiken we voor die 5 hypermoderne panzerdivisies die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. En die panzerdivisies die opereren dan dwars door de Ardennen heen. U moet het maar eens op de kaart even bekijken. En dan ergens tussen Dinan en Sedan. Heeft u dat een beetje... Nou, ik begrijp, dit is lastig. He? Ik heb gefietst in de Ardennen, dus ik weet precies hoe het zit. Ik ben wel jaloers dat ze met zo'n tank naar boven konden. Jongen, wat zijn die hellingen stijl in de Ardennen. He? Dat is echt verschrikkelijk en ik had geen versnelling op de fiets. Dus dat ik het overleefd heb, is echt een godswonder. Goed, Von Manstein zei, we gaan met die 7 divisies dwars door de Ardennen. Waarom dwars door de Ardennen? Omdat de Franse generale staf had bepaald in zijn oneindige wijsheid dat de moderne leger niet door de Ardennen kon trekken. Dat kon niet. Dat bleek dus ongelukkigwijze wel te kunnen. De oorlog begon op 10 mei. Binnen enkele dagen stonden de Duitsers aan de Maas. Toen dachten de Fransen, nou, voordat ze die hele handel over de Maas hebben, dat kan dagen en dagen duren. Dus we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. U voelt wel waar het heen gaat. De Duitsers hadden de hele handel binnen 24 uur over de Maas. Dat was eigenlijk een van de wezenskenmerken van de moderne Weermacht. Het enorme tempo waarin in feite die Weermacht opereerde. En waarbij allerlei moderne technieken werden gebruikt. Met name natuurlijk die samenwerking tussen duikbommenwerpers, die Stuka's met die sirenes, die u misschien wel van de film kent. Heeft ooit iemand die film gezien, waar al die piloten van die Stuka's dat lied zitten te zingen met z'n allen? Wie zingt die Stuka's, die... Nee? Ja, ik heb heel rare films gezien in de loop van mijn leven. Het was een soort zangfilm, moet je dat zeggen, een musical met Stuka's in de hoofdrol. He? Ja, dat heeft Van der Ende nog niet bedacht. Misschien is het in verband met het twitteren interessant. Misschien kunt u iets doen met de JSF in de hoofdrol. We zijn de JSF'ers. Nou ja, je kunt er zo een lied bij verzinnen. Dat telt niet zo zwaar bij die musicals in principe. Ja, Stuka's en die panzerdivisies. Nou is het interessante dat wij natuurlijk altijd die campagne van de Duitsers, we zullen zo zien hoe dramatisch dit allemaal gaat aflopen, we hebben die campagne van de Duitsers in het voorjaar van 40 altijd gezien als het grote voorbeeld van de Blitzkrieg, van de bliksemoorlog, van een razendsnelle campagne, niet waar we bij de tegenstander in feite dood op de grond ligt voordat die pap gezegd heeft. Het gekke was, zo zagen de Duitsers het niet. Die campagne tegen Frankrijk is eigenlijk in de loop van de campagne een blitzkrieg geworden. Dat is het wonderlijke van de zaak. De Duitsers hadden zich voorbereid op een langdurige oorlog met de Fransen en het Engelse expeditieleger. Vanwege het feit, weet u, dat ze natuurlijk terugdachten aan 1418. En er geen idee hadden dat ze de hele klus nu in 10 dagen zouden klaren. Ja, dat is een beetje een hyperbool, maar dat valt te verdedigen, deze hypothese van mij. Maar wat gebeurt er als die panzerdivisies over de Maas zijn, die zijn eigenlijk hun eigen gang gegaan. Dus met name Guderian, die begint te rijden vanuit dat bruggenhoofd aan de westkant van de Maas. En ze zijn niet meer gestopt. Sterker nog, ze zijn dagenlang waren ze alle contact met het Oberkommando in Berlijn waren ze kwijt. Ze reden gewoon door. En 10 dagen later waren ze naar Abbeville, aan de kanaalkust. En toen zijn ze gek genoeg door Hitler stilgezet, want Hitler dacht zo snel, dat kan niet goed wezen, dat is niet goed. En omdat Hitler ze stil heeft gezet, die panzerdivisies,
heeft de British Expeditionary Force de kans gekregen om zichzelf over te laten zetten terug naar Engeland. Als Hitler het niet gedaan had, he, gewoon de zaak op zijn beloop hebben gehad, dan zou de hele British Expeditionary Force in Duitse handen zijn gevallen. Of het veel verschil zou hebben gemaakt is vers 2, daar gaan we al nu niet over speculeren, maar het is wel interessant om te weten. Als u een klein beetje weet van militaire ondernemingen, dan ziet u dus dat die zeven panzerdivisies, dat die dus zo recht, nou, zo'n beetje zo schuin, stelt u zich even die kaart voor. Ik had hier natuurlijk een ontzettend leuke PowerPoint-presentatie van kunnen maken. En had ik generaal Van Kappen gevraagd hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Dan ziet u natuurlijk dat is een hele lange route dwars door Noord-Frankrijk. Dat in feite enorm kwetsbaar is. Het was ook enorm kwetsbaar. In de Ardennen, waarvan iedereen zei, daar kunnen ze nooit heen komen, zijn verschrikkelijke files ontstaan. Die hele zaak zat enige tijd volkomen vast. Als de Fransen dat efficiënt gebombardeerd hadden, was er niets overgebleven van die panzerdivisies. Er zijn voortdurend momenten waarop je denkt, oh, dat zou... Nou, daar is een prachtig boek over geschreven, het zal u niet verbazen, door een Duitser. Dat heet, althans in de Engelse versie die ik heb geraadpleegd, Blitzkrieg Legend. He, dus de mythe van de Blitzkrieg. Het wordt een Blitzkrieg. In de loop van de campagne, het was helemaal niet bedoeld als Blitzkrieg. Maar de wereld lag op apengaap. Wat in 4 jaar niet gelukt was, tussen 14 en 18, was nu in 10 dagen, duurde het nog een hele tijd voordat alles geregeld was, een wapenstilstand overeenkomst en de Fransen gecapituleerd hadden enzovoort. He, maar in feite die campagne tussen het Bruggenhoofd aan de andere kant van de Maas en Abbeville, dat is het beslissende moment. Er viel een enorm gat in feite in de Franse defensie wat ze nooit hebben kunnen dichten. Dat lag natuurlijk ook aan, ik moet dat toch vermelden, aan de ongekende gedisciplineerde fighting spirit van de Duitsers. Niet alleen in 40, niet alleen bij het glorieuze begin, maar vaak tot het allerlaatst denkbare moment van dat verdomde Derde Rijk. Denkt u aan hoe het Rijksdaggebouw verdedigd is. Dat heeft de Russen dagen gekost om het Rijksdaggebouw te bezetten. Terwijl als ik daar de commandant was geweest van de Duitse troepen, dan was ik al op dag 1. Nou, als we in Warschau waren geweest, was ik al met een witte vlag naar buiten gekomen, denk ik. Ze hebben over de inscripties van, bent u ooit in het Rijksdaggebouw geweest? Dat is een bezoekje waard. Ze hebben ook de teksten die Russische soldaten op de muur hebben geschreven, die hebben ze bewaard. Het is enorm ingrijpend gerestaureerd, de gebouwen. Toen hebben ze die glazen koepel erop gezet en zo. Maar het is toch, je moet sowieso een keer naar Berlijn. Ja, Hauptstadt Europas, niet? Zag ik dan eens op die spiegel staan, waarbij ik dacht van ja zeg, zo zijn we niet getrouwd. Wat is de hoofdstad van Europa? Ja, u zwijgt dan. U denkt van, daar ga ik me niet aan wagen. Nou, het is niet Koevoorde, kan ik u verzekeren. Het is Brussel. Ja, het is maar dat ik het even zeg. Een hele fijne tweetalige stad. Al weten ze dat zelf niet meer. Ik had al lang moeten pauzeren, dames en heren. Ik ben nog 40 minuten bezig, maar geef toe. Frankrijk is al verslagen. Dus daar zit toch lekker tempo in. He. Frankrijk ligt op zijn reet. En u heeft geen idee wat de impact op de wereld was van het feit dat Frankrijk in, pak en beet, ik doe er een paar dagen bij, in knap 14 dagen verslagen was. Overal, het schijnt dat Stalin bleek is weggetrokken. Want die dacht natuurlijk, dat staat mij ook te wachten. En verdomd, het stond hem ook te wachten. En heeft hij de wilden opgestoken? Niet zoveel. Het heeft in feite de geallieerde legers 2-3 jaar gekost voordat ze in staat waren, of voordat ze een antwoord hadden geformuleerd op dat razendsnelle Duitse opereren met die panzerdivisies en die duikbommenwerpers. He, want wat is de hele crux daarvan? Als u een boekje over militaire zaken leest, dan weet u, het gaat erom om op het beslissende moment, op de beslissende plek, meer vuurkracht te hebben dan je tegenstander. Daar gaat het om bij de oorlogvoering. Ook als u weer met die twee straten slaags raakt, dat u weet
waar u de artillerie is in alle, of die artillerie nu rijdend is of stilstaand, de artillerie is in allerlei opzichten een essentieel wapen in elke strijd. Oké, u mag nu een minuut kuchen van bewondering voor de Weermacht. Ja, mag je natuurlijk ook niet zeggen. Hè? Er zal ook alweer over getwitterd worden. Ja, u mag weer gaan zitten. Als u uitgekucht bent. Ik zie dat ik op deze twee bejaarde heren geen enkele indruk maak. Er zijn twee mogelijkheden. Of u bent doof. Of u bent ongehoorzaam. Dat noemen we Oost-Indisch doof. Dat noemen we nog steeds Oost-Indisch doof. Leuk is dat eigenlijk. Hè? Dat is een restant van ons koloniaal verleden. Ja. Net zoals je oudere dames hebt die zegt, kun je me de pa-jong even aangeven? Dat je denkt, de pa-jong. Zou dat een goede? Dan weet nog iemand wat de pa-jong is? Ja, heel goed, ja. U bent ook op jaren zo te zien. Ja, ja, zeg ik er altijd bij, flauw. Ja. Ik zei daarnet over die vuurkracht. Het doet er eigenlijk niet zo vreselijk veel toe of je meer of minder wapens hebt dan de tegenstander. Het gaat erom of je die wapens op het essentiële moment ook zodanig kunt gebruiken dat je er wat aan hebt. Als je kijkt naar de verhoudingen tussen het aantal tanks en het aantal troepen in Frankrijk in 1940, tussen de Engelsen en de Fransen aan de ene kant en de Duitsers aan de andere kant, zult u zien dat zelfs de geallieerden een licht overwicht hadden. De Fransen hadden massa's tanks. Alleen gebruikten ze die verkeerd. Die hadden ze keurig verdeeld over alle verschillende divisies. En die werden eigenlijk ter ondersteuning van de infanterie gebruikt. Maar wat is het verschil tussen de infanterie en een tank? Dat een tank, ook die tanks van toen, een stuk harder kan rijden dan de infanterie kan lopen. Laat staan met die achterlijke bepakking waar we tegenwoordig de soldaten van voorzien. He, zodat je denkt, god, er komt bepakking aan, maar waar is de soldaat gebleven? Nou, die zit erin. He. Die zit in de bepakking. Ja, nu was er, als u goed geluisterd heeft en mijn terminologie ook beluisterd heeft, dan ziet u eigenlijk dat ook dit weer improvisatie was. He, hoe dat ideetje van Manstein was eigenlijk via bij Hitler terechtgekomen. Toen had Hitler stuur die vent eens en die had zich door van Manstein laten overtuigen. En toen heeft de generale staf dit rare gezoem. Heeft de generale staf dit plan nader uitgewerkt? U begrijpt dat dat enorm lastig is om gedetailleerd zo'n aanvalsplan uit te werken. Dat is een enorme klus. Ander probleem is natuurlijk dat de Duitse generale staf steeds in alle denkbare opzichten beter was dan enige andere generale staf. Ook dat is, je vraagt je ook altijd af, zouden de Duitsers het nog kunnen? Dat vraag ik me altijd af, maar zou het iets zijn wat inneet in die natie, gebakken zit als het ware? Want u weet, als je Duitsland bekijkt in 1845 of in de Biedermeier-tijd, dan wordt Duitsland gezien als een volk van lichtelijk verwarde dichters en romantische auteurs. Hè. Als je in de Biedermeier-tijd een essaytje had geschreven en hij had erin gezet, je hebt geen idee waartoe deze lui in staat zijn, dan was je opgesloten in een gekkenhuis. Hè. En lang voordat het daadwerkelijk ervan was gekomen, was je al overleden. Ja, Frankrijk had nu dus gecapituleerd. Een enorme schok voor de hele wereld. Ook voor de Engelsen. Maar de vraag was nu, wat nu? Wat zou... Hitler had gedacht dat het een hele tijd zou gaan duren en de hele zaak was geklaard binnen 2 maanden in feite. Daar kwam het een grote trek op neer. Wat zou hij nu moeten doen? Hitler dacht, zoals die generatie natuurlijk ook dacht en wij niet meer, van nou ja, ik heb die oorlog die we ooit hebben verloren in 1418, die heb ik nu gewonnen. Want dat was toch primair een oorlog aan het westelijke front, wat maar eenmaal dwars door Noord-Frankrijk liep en door een klein puntje België. Ik heb gewonnen. Dus het zou niet meer dan redelijk zijn als de Engelsen mij nu toe zouden geven, je hebt gewonnen en wij garanderen, wij zijn verder, de hegemonie over Europa is jou, is van jou. En dat kan ons niet schelen. Hitler was, zoals zoveel Duitsers, ook van zijn generatie een groot bewonderaar van Engeland. Ja, dat is iets wat je tegenwoordig eigenlijk niet meer voorkomt, behalve onder geestelijk gestoorden, het bewonderen van Engeland. Dat is niet helemaal terecht, want die lui hebben toch de afgelopen 300 jaar een essentiële rol gespeeld in de menselijke geschiedenis, waarvoor we ze dankbaar kunnen zijn.
zijn de uitvinders van de stoommachine. Ja, daar kan ik nou niet op ingaan. Daar heb ik het vorig jaar al over gehad. Dus dat gaan we nou niet nog eens een keer behandelen. Maar toch, hè? Vrijwel iedereen. Engeland was toch de wereldmogendheid. Engeland was heel lang wat de Verenigde Staten nu nog heel eventjes zijn. Hè. Het wil niet erg vlotten met de Verenigde Staten op dat punt gelukkig maar. Want je wordt niet gelukkig van de wereldhegemonie of van de politieagent van de wereld zijn. Maar Hitler doet weer een vredesaanbod aan Engeland. Maar Engeland wijst dat vredesaanbod verontwaardigd van de hand. En dat betekende voor Hitler onvermijdelijkerwijs dat hij Engeland zou moeten aanpakken. Maar ja, u weet dat Engeland een enorm voordeel had boven alle andere West-Europese naties. Namelijk dat het een eiland is. Dat is ook een vrij recente ontwikkeling. U weet dat het 30.000 jaar geleden nog helemaal geen eiland was. En ik weet niet hoe dat... de zee blijft stijgen, dus het zal wel een eiland blijven. Misschien dat Schotland een apart eiland kan worden als de zeespiegel maar verder stijgt. Hè? Wie van u denkt dat Schotland zich eruit zal stemmen uit het United Kingdom? Nou, u gelooft er niet echt in, hè? Nee. U weet dat de peilingen zeggen 51%, maar dat de betting officers die zeggen kan 20% kans. En u weet dat de betting officers bijna altijd gelijk hebben. Ze hebben het aan die octopus geloof ik nog niet gevraagd, maar die denkt er nog even over na. Hoe het, als het zou gebeuren, het pond is al gezakt, de beurs is in elkaar, nou, elkaar gezakt, maar goed, het is fors gedaald. Het zou een enorm destabiliserend effect hebben. En als het gebeurt, is het maar zeer de vraag of Cameron gaat overleven. En u begrijpt, dat is de reden dat ik er erg voor ben dat Schotland zelfstandig wordt. Ik heb er alles over voor een vroeg pensioen van Cameron. Waarbij hij eventueel, wat mij betreft, burgemeester van Hongkong kan worden. Ik weet niet of hij dat wil of kan, maar goed, dat zou wel wat zijn. Ja, dus Hitler geeft opdracht tot operatie Zeeleeuwen. Ik hoef dat, naar ik aanneem, ook niet te vertalen voor diegenen die geen Duits op de middelbare school hebben gehad. Maar operatie Zeeleeuwen, dat zou betekenen een omvangrijke amfibische operatie tegen de Engelse zuidkust. Waarbij ik natuurlijk van tevoren nog even moet zeggen, hadden de Duitsers ervaring met omvangrijke amfibische operaties? Nul. Hadden ze speciale apparatuur voor een amfibische operatie? Nul. Dus in die zin zou het onder alle denkbare omstandigheden een uiterst risicovolle operatie zijn geweest. En er was ook een groot deel van de generale staf die er echt helemaal niets in zag. En bovendien was er nog een eis die nog vervuld moest worden. Dat de Duitsers dan de luchtsuperioriteit boven het gebied zouden moeten hebben waar die amfibische aanval zou plaatsvinden. En dat leidt tot de Battle of Britain. Waarvan Churchill achteraf zei, zelden in de menselijke geschiedenis hebben zoveel zoveel te danken aan zo weinigen. Dit vertaal ik even in verband met de aard van de middelbare schoolopleidingen van tegenwoordig. Het interessante is dat de Royal Air Force, en met name Fighter Command, die had zijn boel goed voor elkaar. Fighter Command was strak georganiseerd, beschikte over twee hypermoderne jagers, de Spitfire en de Hurricane, die eigenlijk heel recent in dienst waren gekomen. De Luftwaffe was ook prima georganiseerd, maar was met name op het gebied van bommenwerpers, liep eigenlijk de Luftwaffe een beetje achter, omdat de Luftwaffe nooit bedoeld was voor strategische inzet. De Luftwaffe was bedoeld om de Wehrmacht te ondersteunen op het slagveld. Wel hadden de Duitsers de modernste en beste jager van dat moment, de Messerschmitt 109. Ja, voor liefhebbers, zoek het even op straks in de Wikipedia. Ja, die Duitsers die konden wat, hè, dat ze toch verloren hadden. Ja, ik weet niet, er komen allerlei wonderlijke vergelijkingen in mijn hoofd op. Dat zo'n golf toch uiteindelijk hechter in elkaar zit dan, laten we zeggen, zo'n Alfa Romeo'tje. Hè? Waar je altijd denkt van een schat van een autootje. Maar ja, u weet, als je drie keer het blok rondrijdt, dan is een ingrijpende revisie noodzakelijk. Waarbij vrijwel alle vitale onderdelen er min of meer spontaan van afgevallen zijn. Dat gebeurt je trouwens ook in Amerikaanse auto's, maar zelden of nooit in Duitse auto's.
Ja, de Duitsers hadden nog wel een paar andere nadelen. En als u daar even over nadenkt, heeft u waarschijnlijk nog nooit over nagedacht. Als een Duitse piloot werd neergeschoten boven Engeland. Nou, sommigen overleefden dat natuurlijk niet, want dan ging de boel in de fik of hij vloog uit elkaar of zoiets dergelijks. Maar als je eruit sprong met de schietstoel, dan kwam je boven Engels gebied terecht. 900 Luftwaffe-piloten zijn zo in Engeland terechtgekomen. In 1940. Dat is geen kattenzeik. 900 hooggetrainde piloten, om die te verliezen, dat is een heel ernstig verlies. Bovendien konden de Engelsen opereren vanaf echte basis, echte luchtmachtbasis, maar de Duitsers moesten opereren vanaf betrekkelijk ongelukkige, geïmproviseerde basis in Noordwest-Frankrijk. En in eerste instantie concentreert de Luftwaffe zich eigenlijk op alle outillage en infrastructuur en natuurlijk ook op de toestellen van Fighter Command. Daar werden toch enorme verliezen geleden door de Engelsen. Dat zag er eigenlijk niet geweldig goed uit. En toen hebben de Duitsers om geheimzinnige reden, waarschijnlijk omdat ze dachten het varkentje is wel zo'n beetje gewassen, eigenlijk hun hoofdaanvalsdoel verplaatst naar Londen. En ze zijn Londen gaan aanpakken bij dag. Dat is heel onverstandig. Dagbombardementen, dat heeft in de hele Tweede Wereldoorlog rampzalige effecten gehad, zo ook nu. Ik geloof dat de Duitsers in no time 25% van hun toestellen waren kwijtgeraakt. Nadat de Battle of Britain was er een remise, je kunt het niet anders noemen. Maar een remise in 1940 was een overwinning voor Engeland. Want dat betekent in feite dat die amfibische operatie, wat ook de kansen daarvan geweest zouden zijn, niet door kon gaan. En dat betekende natuurlijk ook dat Engeland daar zou blijven liggen, als wat het nu eenmaal natuurlijkerwijze is, het grootste vliegdekmoederschip ter wereld. Als u daar even uw fantasie laat draaien, dan begrijpt u hoe hadden de Amerikanen met de aanvalsmacht van D-Day, vanuit Norfolk helemaal Atlantische Oceaan over en dan op die stranden daar in Normandië, dat is niet erg waarschijnlijk. Maar vanuit Engeland is het wel waarschijnlijk. Nou, u zult zien dat in no time zou deze situatie in feite daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het was, zoals u weet, Engeland's finest hour. Daarbij werden de Engelsen wel geholpen door het feit dat ze een nuttige uitvinding hadden gedaan in de jaren 30. Nou, niet de Engelsen, maar een Engelse ingenieur. Namelijk de radar. Dus je kon die toestellen, die kon je in principe aanzien komen. Maar het blijft ook tot op de dag van vandaag een raadsel waarom de Duitsers die radarinstallaties niet aangepakt hebben. Ze hebben er ooit één aangepakt en voor de rest hebben ze het gelaten. Terwijl die radarinstallaties in feite een ramp waren voor de effectiviteit van de verschillende Duitse aanvallen. Want je kon je dus relatief lang voor die tijd daar al enigszins op prepareren. Ik sla een aantal dingen over. U begrijpt dat dit allemaal in hoog tempo en gesimplificeerd moet worden gebracht. En, nou ja, Hitler stond weer voor de vraag, wat nu? Wat zou hij nou moeten doen? Engeland, dat was wel duidelijk, dat ging voorlopig, zou Engeland niet capituleren. Hij had ook niet direct de middelen om Engeland te laten capituleren, was eigenlijk in zijn idee maar één middel om Engeland te laten capituleren. En om tenslotte zijn totale aanvalsmacht te richten op Engeland. En dat was een aanval op de Sovjet-Unie. En een razendsnelle afrekening met die Sovjet-Unie. Dat besluit neemt hij al in december van 1940. En die campagne moest natuurlijk ook nog worden voorbereid. En daarbij speelt eigenlijk een wonderlijke rol dat Hitler zelf was gaan geloven in de Blitzkrieg. Waar ze aanvankelijk niet in hadden geloofd. Maar wat door dat Franse succes plotseling als het sterke punt van het Duitse leger werd gezien. Hitler was natuurlijk ook euforisch toen Frankrijk na 2 weken had gecapituleerd. En zij was per slotverrekening een frontsoldaat, frontzwijn geweest. Hij had naar de raarste risico's gelopen. Het is een wonder dat hij het overleefd heeft aan dat front. Er zijn van die gekke plaatjes van dat front met die hond. Dat is ook wel geschreven, zijn enige kameraad aan het front was die hond. Rijmt ook, is niet toevallig. Hij had toen nog een hele gekke snor, hij had toen nog een grote snor. Hij had nog een hele grote, zo'n snor. Dat is later pas zo
Dat was in de mode in Duitsland. Dus u denkt natuurlijk dat het een uniek, typisch Hitler-snorretje was, maar er waren allerlei elites in Duitsland die zo'n raar dingetje hier hadden. Hè? Zoals je tegenwoordig van die mannen hebt die hier een zeven haren hebben. Hè? Die hebben een speciale loep en dan tellen ze de haren en zijn het er acht aan krak, gaat er eentje af. Of hier, hè? Dat je ook denkt, als je nou toch, laat het dan in godsnaam groeien. Hè? Niet zo'n raar plukje. Wat moet je nou met zo'n plukje? Hè? Kun je in de koffie hangen misschien of zo? Of, ja, kan één luis aan. Hè? Ja, u ziet dat ik ook op dit punt hele straffe opvattingen heb. Daar ga ik ook nog eens een heel programma aan besteden. Hoe we dat het beste kunnen stroomlijnen, al dit soort van dingen. Hitler was zelf gaan geloven in de Blitzkrieg. Natuurlijk waren er ook wel lui in de generale staf die zeiden, ja, de ruimte in Rusland, dat is toch totaal andere kost dan wat we in West-Europa aan ruimte hebben. Kijkt u voor de aardigheid even op de kaart. Hè? Als u nou weet dat de Oekraïne ongeveer even groot is als Frankrijk. En u kijkt dan even wat er dan oostelijk achter die Oekraïne ligt. Dan heeft u een beetje idee van de immense geografische ruimte waar je het hier over hebt. Die toen dus nog wat ruimer was, want nogmaals, Wit-Rusland was toen nog gewoon een deel van Rusland. En Oost-Polen was ondertussen ook een deel van Rusland geworden. Dus de ruimte, als Stalin, als het Rode Leger die ruimte ook daadwerkelijk effectief zou hebben gebruikt. Hitler is ervan overtuigd dat hij in 9 weken de Sovjet-Unie verpletterend kan verslaan. En zegt, ik geloof tegen Keitel, daar wil ik nog even van af zijn, ach, dat is iets aan zandkastenspiel. Het is kinderspel. Ze kunnen helemaal niet vechten. Want waarom dacht hij dat? Dat dacht iedereen dat de Russen niet konden. Ze konden ook niet vechten, maar ze hadden voldoende mensen om het te leren. Zodat ze na globaal 3 miljoen krijgsgevangenen en 5 miljoen doden, hadden ze een vrij goede indruk hoe je het aan moest pakken allemaal. En nou ja, tenslotte hebben ze de Duitsers verslagen, laten we dat even niet vergeten. Toen die aanval plaatsvond, juni 1941, toen hadden de Duitsers, die beschikten over 3600 tanks. Nou zult u zeggen, dat is meer dan Nederland. Dat klopt, we hebben er nu 0. Wat we hadden, hebben we verkocht. Ik ben zelf nog opgeleid als tankcommandant en ik voel mij volstrekt ontheemd. Als het weer fout gaat en ik meld mij aan de poort van de Prins Bernhard kazerne waar ik opgeleid ben, dank voor uw inzet en uw mentaliteit, maar ze zijn weg. We hebben ze verkocht voor een habbekrats. Al die prachtige Leopard tanks waar ik mijn opleiding, nou, we moesten eerst in een Centurion rijden, dat was nog een hele avontuur. En ik zal het u besparen, maar het was in de Centurion, daar heb je voor de twee tracks, een tank heeft een track aan de ene en de andere kant, heb je twee hendels. Dus als je de rechter nou wat sneller wil laten draaien, doe je het rechter hendel naar voren. En wat gebeurt als je dan het linker hendel niet sneller laat draaien, dan draait die, hè? Kunt u een beetje voorstellen? Het is een beetje net als je bij een auto de handrem aantrekt. Hè? Dan heb je hetzelfde effect globaal. Maar bij de Leopard had je een heel klein stuurtje. Zo'n beetje net wat je nu in de Golf GTI hebt. Zo'n soort stuurtje. Een echt Duits stuurtje. Hè? Aan de andere kant werd ons al snel duidelijk dat de vuurleiding, dat was nog niet helemaal tip-top in de Leopard tank. Want hij moest stilstaan om te gaan schieten. Ik dacht altijd van nou. Hè, dat je, ja, dan rij je de vijand tegemoet en dan wordt het bevel vuur gegeven. En dan moet je, jongens, stoppen. Even stoppen. Goed mikken. En dan druk ik op de knop. Later, na mijn tijd, ik heb de opleiding overigens niet afgemaakt, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben de wetenschap ingegaan. Maar ik heb er toch veel van opgestoken in allerlei opzichten. Ik kan nog steeds voortreffelijk kaart lezen. Als u mij een tank geeft, dan rij ik zo van hier naar Nijmegen. En ik weet precies over welke sloten ik wel kan en over welke sloten ik niet kan. En over welke bruggen ik met de Leopard wel rijden kan en op welke kerktorens ik mij moet oriënteren. Dat gaat mij nog steeds in de auto. Of zeg ik ook altijd, nou, we hebben nu de TomTom, zoals u weet. Die had je nog niet in de Leopard. Ja,
God, dan denk ik ineens aan, zou al die panzervoertuigen tegenwoordig van een TomTom zijn voorzien? Die Amerikaanse natuurlijk wel, hè? En nog nauwkeuriger dan mijn TomTom, die trouwens meestal de mededeling heeft dat hij de satellieten zoekt, heeft u daar ook last van, hè? Je staat in duister Limburg, je moet naar huis en dan, je typt in naar huis en dan zegt hij, zoekt satellieten. Hij moet er geloof ik 7 hebben om een beetje, weet u wat, ik kan u wel een tip geven, maar het is een beetje lullig vanavond. Het is geen reclame, niet als reclame bedoeld, maar als u een iPhone heeft, kunt u 100 keer beter dat kaartding van de iPhone gebruiken. Want die iPhone is 100 keer sneller. De iPhone heeft nog nooit tegen mij gezegd, ik zoek de satellieten. He? Nou, zie, zo leert u toch wat op zo'n avond. He? Je toch gesterkt naar huis gaat van, ja, want waar was ik gebleven? Ik zei dat Duitsland 3600 tanks had. Weet u hoeveel tanks de Sovjet-Unie had? U heeft waarschijnlijk geen idee hoeveel tanks de Sovjet-Unie had. 24.000. Maar die hebben ze waardeloos gebruikt in dat eerste oorlogsjaar. Die hebben ze eigenlijk net zo stom gebruikt als de Fransen ze hadden gebruikt. Maar de productiecapaciteit van de Sovjet-Unie was veel groter dan de Duitse productiecapaciteit. Wat je eigenlijk al vanuit de initiële situatie kunt begrijpen. Dat neemt niet weg dat 2 weken na het begin van Barbarossa, zo heette deze operatie, Barbarossa, de grootste militaire operatie uit de menselijke geschiedenis, vergis u ook niet, voordat ik het vergeet te zeggen, de Tweede Wereldoorlog is beslist aan het Oostfront. Het is heel fijn dat de Amerikanen en de Engelsen en de Canadezen in Normandië zijn geland, vooral voor ons, maar de oorlog was al beslist. Als er nooit een geallieerde soldaat op Omaha Beach was verschenen, dan zou het Rode Leger eerst in Coevorden, nou eerst in Oldenzaal, Coevorden en dan tenslotte ook hier in Utrecht. En ja, of ze Den Haag ook zouden hebben, dat hadden ze waarschijnlijk als operette intact gelaten, denk ik. Na 2 weken dacht de Duitse generale staf, we hebben gewonnen. Ze hadden miljoenen krijgsgevangenen gemaakt. Ze voerden de ene gigantische omsingelingsoperatie uit na de andere. Van wie denkt u dat de Duitsers enorme bewonderaars waren? Wie was de generaal die op de stafschool altijd hoge ogen gooide? Van wie is de eerste grote superieure omsingelingssituatie uit de militaire geschiedenis? Overigens heeft hij, ondanks al zijn brieën, tenslotte toch verloren. Nou moet u weten wie het is. Nee, want Alexander is dood gegaan. Die hebben ze met een van de speer of zo. Napoleon, nee. Wie riep de Hannibal? Ja, u heeft gewonnen. Het is Hannibal. En dan weet je ook wel waar. Ja, kan hij. Zo is het, ja. Ik heb zeker wat Bolivius gelezen hoe dat zit. Ja, ze waren grote bewonderaars van Hannibal en dan denk je er altijd bij, ja, dat is wel waar. Hannibal won eigenlijk bijna altijd in pitch battle, maar dat is ook de reden dat de Romeinen er al snel mee op zijn gehouden. Maar hij heeft wel verloren tenslotte. Ja, de ene na de andere omsingelingsbeweging. Het was indrukwekkend. Zo indrukwekkend, het ging zo hard. Dat Hitler zei, het gaat mij eigenlijk vooral om de strategische winst. Dus die aanval was over 3 fronten, noordelijk, midden en zuid. En hij verzwakt de middenaanval en verplaatst enige troepen naar noord en naar zuid. En pas begin oktober, niet waar, wordt dat teruggedraaid en wordt alles gezet op die aanval in het midden, die richting Moskou zou gaan. U begrijpt dat allerlei Duitse generaals na de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd van ja, als dat hij dat nou niet had gedaan, dan hadden we Moskou misschien wel kunnen veroveren. Ik weet het niet. Ik denk het niet, maar een andere interessante vraag. Als ze Moskou hadden veroverd, zou dat het einde van de Sovjet-Unie hebben betekend. Ja, het is een enorm groot, ook achter Moskou is nog een heel stuk. Kijk even op de kaart voor de aardigheid wat er nog na Moskou is. Ik geef toe, het bestaat grotendeels uit dennenbomen, maar toch, je moet het wel veroveren. He? Ja, en net hebben ze dan besloten of het gaat regenen in de Sovjet-Unie. En u kunt zo daar, ja, als het in Nederland regent, dan loopt er wel eens zo'n onderdoortje bij de spoorwegen, loopt vol met water en dan blijft dan iemand in steken met zijn Peugeotje.
Ja, met een Audi raasje er dwars doorheen. De hele Sovjet-Unie verandert in een soort reusachtig modderballet. Waar gewoon geen kruid tegen gewassen was. U heeft geen idee van de infrastructuur van de Sovjet-Unie in 1941. En zou ook niet van de infrastructuur van de Sovjet-Unie op dit moment. Als u denkt dat landen de infrastructuur hebben van Nederland of van België of van Noord-Frankrijk. Hè? Dat zijn landen met de dichtste en best verzorgde infrastructuur ter wereld. Maar dit was alleen maar modder. 4 weken lang hebben ze stilgestaan. Want u denkt dat een tank vlot door de modder rijdt. Ik kan u verzekeren, tanks rijden helemaal niet vlot door de modder. Dat duurt eventjes en dan loopt een tank ook vast in de modder. Want dat komt allemaal tussen die tracks. En nou ja, dat is een hopeloze toestand. Weet u hoe tanks naar het front worden gebracht? Rijden die onder vrolijk gezang met een vlaggetje voorop naar het front? Nee, dat zouden ze helemaal niet kunnen. Die worden op een oplegger geplaatst en dan worden ze op die oplegger worden ze naar het front gereden en dan gaan ze van de oplegger af en dan gaan ze vechten. Dat is wat een tank doet. Ik zie wel dat u er heel slecht in zit in die tanks. En ik denk dat aan een college over tanks volgend jaar misschien. Ja, daar heb ik nog heel wat interessants over mee te delen. Ja, wanneer verbetert de situatie als de vorst invalt? De vorst valt in, pak een beet 1 november ongeveer in dat jaar. En niet zo'n klein beetje, het vries 36 graden. Maar u herinnert zich nog dat Hitler 9 weken had uitgetrokken voor deze aanval. Het had al lang geklaard moeten zijn. Het Oberkommando had zich al in de loop van augustus zorgen gemaakt. Van ja, we dachten dat we gewonnen hadden, maar we hebben niet gewonnen. Er verschijnen steeds nieuwe divisies en we begrijpen niet precies hoe het zit. En het hele zaak wordt eigenlijk vertraagd. En nu moest de Weermacht vechten in zomerkleding bij 36 graden onder nul. Als je een plas deed, bevroor die al voordat hij op de grond was. Nou, ik weet niet of dat kan, maar bij wijze van spreken. Hè? Was er niet een plek in Vladivostok of zo, waar als je dan spuugde, dat je het dan in de lucht zag bevriezen en dan met gerinkel kwam het op de grond? Ja. Ik moet u zeggen, elke goede historicus zit vol met broodje aapverhalen. Dat moeten we hem niet kwalijk nemen, want anders zou de geschiedenis wel zo stom vervelend worden als we die niet erbij konden vertellen. Dat u mag dit nemen voor wat het waard is. En tenslotte eindigt dat enorme Duitse offensief in de buitenwijken van Moskou. En dan is het op. De Weermacht is op. Er waren maar 3600 tanks. Van alles en nog wat was versleten. Niets slijt zo verschrikkelijk als een oorlog. U heeft geen idee hoe snel dat allemaal kapot gaat. Of het nu vrachtauto's zijn, of jeeps, of tanks. Hè, die Duitse tanks waren ook helemaal geen grote, zware tanks. Waren betrekkelijk lichte tanks. En achter Moskou hadden de Russen een enorme reserve verzameld. Onder leiding van, nadat al die prutsers van de eerste maanden van die verschrikkelijke nederlagen van de Russen waren opgeruimd. Vaak werden ze gewoon doodgeschoten, die generaals die het niet goed deden. Dat is enorm educatief. Althans voor degenen die blijven leven. Maar de Russen hadden één groot generaal en dat was Zhukov. Die zich wellicht nog, nou ja, alleen de bejaarden onder ons herinneren zich Zhukov nog. En Zhukov had één buitengewone eigenschap die eigenlijk in de Sovjet-Unie vrijwel niet voorkwam. Zhukov durfde Stalin tegen te spreken. Zhukov durfde tegen Stalin te zeggen, ik weet niet of hij zei kameraad of zo. Tovaritsj, wat is het ook alweer, kameraad? Is het Tovaritsj? Wie spreekt er hier vlot Russisch? Helemaal niemand. Bent u niet voorbereid? Ja, dat zou de generaal van Kappers moeten horen. Dat u geen woord Russisch spreekt. Hè? Ja, onderschat de zaak maar niet hoor. Dan wordt een heel nieuw boek opengeslagen. Ja, Zhukov was een superieure generaal. Dat is A. Weliswaar was de tactiek steeds hetzelfde. Ook nogal vrij kanee-achtig als je het goed bekijkt. Of het nu Moskou was in december 1941. Of dat het nu Stalingrad was in 42, 43, het was ook steeds niet waar. Je laat de tegenstander komen, je vangt hem op
En ondertussen bouw je aan je vleugels. U ziet dat is echt niet geschikt voor het echte demonstreren van dit soort van toestanden. En je bouwt aan de vleugels een enorme macht op. En op een moment sluit je de grijper. En nou, denk je aan Paulus daar bij Stalingrad. En dat deed hij ook bij Moskou in december 1941. En op 5 december, ze hebben gewacht tot Sinterklaas, zijn ze aan een enorme tegenaanval begonnen. En als u even naar het terrein kijkt, ten westen van Moskou, zult u zien dat er heel weinig natuurlijke mogelijkheden zijn voor het opzetten van defensieve operaties. En de Weermacht is enkele honderden kilometers naar het westen teruggedreven. Daar begon eigenlijk voor de Weermacht de grote problemen. Want nu komen we aan, eigenlijk moet ik nu stoppen, maar het is een beetje jammer omdat het net echt spannend begint te worden. Dus ik ga nog heel even door. Nu komen we aan de vraag, had Duitsland ooit kunnen winnen? Had Duitsland de Tweede Wereldoorlog kunnen winnen? Wie denkt van wel? Nou, dat is geen populair standpunt. Hier, één zag ik nog meer vingers daar. 2, 3. Oké. Ja, we hebben het nog steeds over Linda de Mol. Zou Linda de Mol de Tweede Wereldoorlog hebben kunnen winnen? Nou, haar kapper wel. Echt een doorzetter. Daar ook nog. Ik zelf, want laten we het even reduceren tot het concrete geval. Gesteld zouden we Moskou bezet hebben en de Sovjet-Unie zou gecapituleerd hebben. Zou Stalin gecapituleerd hebben? Dat denk ik eigenlijk al niet. Hij zou gewoon, want je hebt dan nog een heel eind te gaan tot de Oeral. Daar hadden ze een heel nieuw industrieel establishment gebouwd in de loop van de jaren 30. Ik denk niet dat ze dat gedaan zouden hebben. En waar hebben we het nog helemaal niet over gehad? Over de Verenigde Staten. Het is namelijk nog maar 5 december. Hè? Zo gaan we verder en dan zult u zien wat voor opmerkelijke gebeurtenissen. Dit is vrijdag 5 december. Dat weet ik. Ik wil niet zeggen dat ik mijn levendig herinner, maar het was vrijdag 5 december. Ja. En wat gebeurt er op 7 december? Vallen de Japanners Pearl Harbor aan? En raakt Amerika betrokken in de oorlog? Wat doet Hitler? Had hij niet hoeven doen. Puur alliantietechnisch had hij het niet hoeven doen. Maar hij verklaart onmiddellijk de oorlog aan de Verenigde Staten. En Hitler is euforisch die dag. Hitler zegt, dan hebben we gewonnen. Als de Japanners Amerika ver van Europa houden, dan hebben wij gewonnen. Wat er ook gebeurt. En het gekke is, op precies diezelfde dag zei Churchill tegen zijn medewerkers, dan hebben we toch gewonnen. En u weet, Churchill heeft gelijk gekregen en Hitler heeft geen gelijk gekregen. En eigenlijk laat zich dat uit. Want hoe worden moderne oorlogen gevoerd eigenlijk? Ik bedoel, wat is tenslotte beslissend in moderne oorlogen? Ik hoor u denken. Dat is je productieapparaat. De Eerste Wereldoorlog is ook gewonnen door het westelijke productieapparaat. Duitsland waren betere vechters. Duitsland waren in de Tweede Wereldoorlog idem dito betere vechters. Maar ze hebben toch verloren. Ze hebben verloren van het productieapparaat. En ze hebben verloren van een combinatie van het Sovjet-productieapparaat. Als u naar de productiecijfers zou kijken in 42 en 43 zou u zien dat Duitsland volledig outproduced wordt, om eens een typisch Nederlands woord te gebruiken, door de Sovjet-Unie. Ik zwijg van de Verenigde Staten. En er is nog iets veel gekkers aan de hand. Omdat Hitler al improviserend aan die oorlog was begonnen, was Duitsland in feite productietechnisch slecht op een echte grote oorlog voorbereid. Weet u wanneer de Duitse industrie het toppunt van zijn productievermogen bereikte in de Tweede Wereldoorlog? Kan ik nog een slokje nemen? U komt er nooit op. In september 44. Moet u zich voorstellen. Dat betekent dat je dus bar slecht was voorbereid op het moment dat de oorlog begon, op 1 september 39. In datzelfde najaar van 44 besluiten de Amerikanen om hun productie terug te schroeven. Omdat ze zoveel zoveel materiaal produceren, dat ze het niet meer op tijd naar de verschillende fronten zullen krijgen.
Als u nou weet dat bijvoorbeeld de Ford-fabrieken, die hebben een speciale lopende band gebouwd voor Liberator-bommenwerpers. Weet u hoeveel onderdelen een auto heeft? Heeft u ook geen... Ik moet zeggen dat uw algemene ontwikkeling mij toch bitter tegenvalt. Echt waar. Ongeveer 5000 onderdelen heeft een auto. Een Liberator heeft, ik geloof, 10 maal zoveel onderdelen. 50.000. Dus je moet zich voorstellen wat de technologische problemen zijn om een Liberator aan de lopende band te bouwen. En er waren momenten toen het goed ging lopen dat ze elk uur een Liberator afleveren. Ik reed zo roep de poort uit omhoog enzovoort. De Ford-fabrieken hebben meer militair materieel geproduceerd in de Tweede Wereldoorlog dan heel Italië. Ik geef toe. Ik ben een vriend van Italië, maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is voor die Italianen. Want die hadden de boel dus ook totaal niet voor elkaar. Pearl Harbor, 7 december. Dus op 5 december gaat Zhukov in de aanval. En op 7 december Pearl Harbor. Naar mijn idee is dit het keerpunt in, het absoluut beslissende keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik hou staande dat Duitsland die Tweede Wereldoorlog nooit had kunnen winnen. Het had wel veel en veel langer kunnen duren. Maar uiteindelijk zou de productiekracht van, ook van de Duitse industrie, die zoals u weet van aanzienlijke aard is, die zou het afgelegd hebben zowel tegen de Russische als tegen de Amerikaanse productiekracht. Daarbij kwam dat de Duitsers die hebben aan de ene kant een enorm technologisch voordeel voor u als autokoper en wat u allemaal voor andere Duitse spulletjes koopt, boven bijvoorbeeld de Amerikanen en de Russen. U zou überhaupt nooit een Russische auto kopen natuurlijk. Hè. Ja, of u moet masochistisch zijn of een dagboek bijhouden of een roman willen schrijven, dan kan ik u warm aanbevelen om zo'n Gigoli te kopen. U heeft er echt voor jaren de handen vol aan. De Duitsers wouden fantastische producten maken. Wat zijn de beste tanks van de Tweede Wereldoorlog? De Panther en de Tiger. Fantastische technologische objecten. Wat is de beste jeep van de Tweede Wereldoorlog? De Kubelwagen. 100 keer beter dan die stomme Amerikaanse jeep. Maar de Duitsers hebben 50.000 Kubelwagens gebouwd en de Amerikanen hebben 600.000 jeeps gebouwd. Ja, dan voel je eigenlijk al aan je water. Neemt u de Sherman tank. Hè? Een waardeloze tank. Echt een pro-product. Net een Amerikaanse auto. Doet me altijd denken aan die Pontiac Tempest die ik nog eens gehuurd heb in Amerika. Niet vooruit te branden. Geen kanon aan boord. Het was vreselijk gewoon weg. Maar ze bouwden er honderdduizenden van dat ding. Terwijl de Duitsers hadden moeite met duizenden tanks te bouwen. Laat staan de 10.000 die de Russen bouwen en de nog veel grotere aantallen die de Amerikanen produceren. Ze hadden naar mijn idee altijd verloren. Ik geef toe, ik heb dat standpunt nog niet eerder gezien, maar dat is mijn theorie. Even heel kort Japan. Japan had verloren op het moment dat ze begonnen. Ja, het is ook een hele treurige zaak. Ze hebben geweldig dapper gevochten en ze konden van alles. En de Zero was een fantastisch toestel, er gaat niks van af, maar de toestand was hopeloos. Ook omdat ze gewoon outproduced zijn. Ik ben de getallen even kwijt, maar als je kijkt naar het aantal grote vliegdekschepen wat de Japanners in de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd, dan zijn het er 3 of 4 of zo. En de Amerikanen hebben iets van 10 grote vliegdekschepen. Enkele stukken 25 van het middensoort en in de orde van enkele tientallen escorte vliegdekschepen. Dat zie je al. Nou, denkt u, dat is misschien een mooi verhaal. Ik stop zo voor de laatste aflevering. Aan het Liberty-schip. U weet, het Liberty-schip was een relatief primitief vrachtschip wat oorspronkelijk van een Engels ontwerp was. En het kostte maanden en maanden om zelfs een relatief een simpel schip als het Liberty-schip te bouwen. En de Amerikanen hebben dat hele proces hebben ze, ik wil niet zeggen geautomatiseerd, maar ze lieten dus verschillende bedrijven onderdelen van het Liberty-schip bouwen en die werden dan op die grote werf van Keizer, werden die precies op tijd aangeleverd, aan elkaar gelast en tenslotte bouwden ze een Liberty-schip in een week. Ze bouwden een vrachtschip in een week.
Ze bouwden veel meer tonnage dan de Duitsers ooit hebben kunnen torpederen. Na dat meest ongelukkige jaar dat ze meer hebben getorpedeerd dan er gebouwd werd. En dus ook daar zie je dat in feite de superioriteit van het productieapparaat tenslotte de doorslag geeft. Ja, ik denk dat 41 het keerpunt is, december 41. Daar wordt door historici heel wisselend over gedacht. In dat fantastische boek van Richard Overy, wat ik u warm kan aanbevelen, Why the Allies Won. Daar wordt bijvoorbeeld 43 genomen als het grote keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar daar ben ik het niet mee eens. Het is een geweldig boek, ik had niet kunnen schrijven. Ik ben altijd jaloers op boeken waarvan ik denk, nou, ik weet niet of ik dat had gekund. Ja, sommige mensen zijn jaloers op lange blonde haren en weer anderen op degene die ze mogen borstelen. En ik ben hartstikke jaloers op mensen die fantastische boeken hebben geschreven. Het ergste is dat je denkt van, waarom heb ik dat ideetje niet gehad? Hè? A short history of nearly everything. Hè? Ja, zo gaat het nu in het leven. Dus ik houd op 41 nogmaals. Als u het anders wil, dan kunt u overheen lezen. Een fantastisch boek waarin u enorm veel leest. Onder andere ook over die productieproblemen. Dat betekent natuurlijk dat Hitler de Blitzkrieg, dat het tegen de Sovjet-Unie geen Blitzkrieg zou worden. Maar dat het een langdurige uitputtingsslag zou worden die hij simpelweg niet zou kunnen winnen. Nou, mag u even gaan hoesten en dan sluit ik het zo af. In no time werkelijk. Dat moet ook wel, hè? Ja, gaat u gaan. Lekker hoesten. Ga je er vandoor? Nee. Zeg, ga je er vandoor? Nee, ik stijf. Ja, dames en heren, waar gaan we verder? Dit wordt een soort coda. Ik ga dat niet allemaal, ik ga die hele Koude Oorlog niet nauwkeurig uit de doeken doen, in feite. Wat ik nog een keer wil onderstrepen, dat is dat die oorlog aan het Oostfront gewonnen is. Dat het land wat verreweg de grootste offers heeft gebracht om die oorlog te winnen, dat dat de Sovjet-Unie was. En dat er maar weinig landen zijn met een zo diep ongelukkige geschiedenis als de Sovjet-Unie. Want u kunt het bolsjewistische regime ook beschouwen als een regime wat in feite, afgezien van de Tweede Wereldoorlog, dan permanent oorlog heeft gevoerd tegen zijn eigen bevolking. Als je ziet wat daar in de jaren 20 en 30 is gebeurd. Maar de overwinning in de grote oorlog, in de grote vaderlandslievende oorlog, zo geloof ik noemen ze het, dat was ook de meest bijzondere prestatie die de Sovjet-Unie heeft geleverd. Als u ooit in discussie raakt met mensen die zeggen, wat een ramp was toch de Russische revolutie, dan laat u ze komen en u bouwt reserves op en dan zegt u, ja, dat is wel fijn dat je dat zegt. En in zekere zin heb je ook wel gelijk, het is zielig voor de Russen geweest, maar het is zeer de vraag of Rusland een oorlog tegen de Weermacht had kunnen winnen als het niet geforceerd geïndustrialiseerd was in de jaren 30. Dus misschien is het toch ergens goed voor geweest. U moet vooral op de dag dat D-Day wordt herdacht, 6 juni, dit jaar was het 70 jaar geleden, heb ik goed geteld, ja, 70 jaar geleden. En dan weet u wat het Nederlandse journaal doet. Daar hebben ze namelijk nog nooit iets gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Het is ook afgezien van de generaal van Kappen, is het ze volledig onbekend hoe de Oost-Europa en Rusland eruit zien. Want dan zegt de nieuwslezer nu al jaren, al decennia gebeurt dat. En die zegt van het belangrijkste moment van de Tweede Wereldoorlog waren de landingen in de maan. Het waren zeer indrukwekkende landingen. Het is de grootste en meest succesvolle amfibische operatie uit de menselijke geschiedenis. Maar de oorlog was al een jaar beslist. Die is in feite beslist in de vroege zomer van 1943 bij de grote tankslag van Koersk. Leest u dat boek van Richard Overy. Daar staat het allemaal nauwkeurig in. Waarom wij dat doen? Waarom wij doen alsof die landingen daar, of die dat het beslissende keerpunt in de Tweede Wereldoorlog is geweest, het is mij een raadsel. Er zullen toch wel historici werken bij het journaal, er schijnen honderden mensen te werken bij het journaal. Wat doen die lui de hele dag? Waarschijnlijk bellen met de generaal van Kappen. Nee. Ja, maar het Rode Leger stond in 1945 aan de Elbe.
En we kunnen de hele Koude Oorlog heel kort samenvatten. De twee grote overwinnaars van die oorlog, Engeland zakt razendsnel weg natuurlijk. De twee grote overwinnaars van die oorlog konden het totaal niet eens worden over de inrichting van Europa na de oorlog. En waar ze het vooral niet over eens konden worden, was over de inrichting van Duitsland na de oorlog. In die zin zijn de eerste twisten en fricties over Duitsland, dat is deels de drijfkracht van de beginnende Koude Oorlog. He, dus in die zin gaat de 20e eeuw, ook als je denkt dat het even niet zo is, gaat de 20e eeuw eigenlijk toch over Duitsland. Nou ja, u weet hoe dat afgelopen is. De Russen hebben de Koude Oorlog dik verloren. Dat ligt overigens voornamelijk aan het wonderbaarlijke economische systeem wat ze er daarop nahielden. Niet waar, door middel van centrale planning. Eigenlijk was al in de loop van de jaren 60 duidelijk dat dat voor geen meter zou werken. En ze hebben wel in tal van manieren geprobeerd om dat een beetje aan te passen en te veranderen. En een beetje te streven naar natuurlijke prijzen. Maar eigenlijk zijn al die hervormingen zijn niets geworden. En als ze dan toch deels geïntegreerd raken in de wereldeconomie, met name de grondstoffenleveranties, dan overvalt hen de verwarring van de jaren 70 en 80 in die wereldeconomie en blijkt de Sovjet-Unie niet de flexibiliteit te hebben om zich daaraan aan te passen. Nou, ja, u ziet, het gaat hartstikke snel nu. Maar komt Gorbachev aan de macht? Waarom hebben ze Gorbachev aan de macht laten komen? Omdat hij de hele boel tenslotte natuurlijk de modder in gereden heeft. Dat kwam omdat hij een overtuigde communist was. Ik weet niet of het je herinnert, maar na die coup in Moskou in 1991 komt hij terug uit de Krim en dan komt hij van die vliegtuigtrap af en dan zegt hij, ik ben nog steeds een volledig overtuigde communist. Zo is hij het geworden. Alleen hij heeft de hervorming volkomen verkeerd aangepakt. Sinds die tijd weten we hoe je zo'n systeem moet hervormen. Hè? Wie hebben ons dat geleerd? De Chinezen. Die alles beter kunnen, zoals u weet. Hè? Ja, ze bouwen een beetje veel, maar ze kunnen een hoop. De Chinezen zijn namelijk niet aan de bovenkant gaan hervormen, maar de Chinezen zijn aan de onderkant gaan hervormen. He, door de landbouw te hervormen, te privatiseren, nietwaar, dat creëerde eigenlijk in no time een enorme kapitaalstroom waar ze vervolgens die snelle economische ontwikkeling van gefinancierd hebben. Ik zeg het u maar even, als u met die straattwisten, dat u die andere straat gaat ontwikkelen, dat u weet hoe dat gedaan moet worden. En hoe is het nu ondertussen met Duitsland gegaan? Want iedereen was nog als de dood zo bang voor Duitsland. Stalin was er vast van overtuigd dat Duitsland 20 jaar na 45, net als 20 jaar na 1919, weer klaar zou staan om het kunstje nog eens een keer op te voeren. Wat, zoals u weet, 65 niet gebeurd is. Wie waren er misschien nog wel banger voor de Duitsers dan de Russen? Dat waren de Fransen. Die natuurlijk volledig getraumatiseerd waren in mei, juni, juli van het jaar 1940. En de Fransen hebben er steeds op geïnsisteerd dat wat er ook met Duitsland gebeurde, Duitsland moest, net als die man die niet waar, die door de Lilliputters wordt vastgebonden met eindeloos veel touwtjes en kleine piketpaaltjes vastgehamerd worden aan de grond, zodat het tot niets in staat zou zijn. Duitsland moest ge-Europeaniseerd worden. U begrijpt dat toen de Duitse hereniging aan de orde was in 89 en in 90, ik moet u even bekennen achteraf, ik zag het volkomen fout, ik dacht ook een overgangsperiode en federalisering en ik weet allemaal niet wat voor flauwekul ik dacht. Gelukkig dacht iedereen dat, behalve dan natuurlijk generaal Van Kappen, die zag direct hoe het ging. Dat toen hebben de Fransen gezegd, nou ja, en we zijn er natuurlijk eigenlijk tegen. Mitterrand is nog naar Kiev gevlogen. Dat was toen nog Russisch. Ja, ik zeg het u maar even. Dat misschien bent u het ondertussen vergeten. Maar Kiev was toen nog gewoon Russisch. En die is naar Kiev gevlogen. En heeft hij Gorbachev ontmoet. En nou ja, metaforisch is hij op de knieën gegaan. En heeft gezegd, alsjeblieft, alsjeblieft. Laat die twee landen twee landen blijven. En van Andreotti is het komische uitspraak, wij zijn zo gek op de Duitsers dat we het fijn vinden dat er twee Duitslanden zijn. He? En het schijnt dat Margaret Thatcher, die heeft een speciale conferentie bij elkaar geroepen op haar buitenverblijf.
het, weet je dat ook weer, Checkers, is dat het buitenverblijf, geloof ik wel. En ze had haar hele aktentas vol met boeken over de Battle of Britain. Zij zag uit, ze dacht, ik trek de ramen open en daar zijn de Messerschmitts weer. Hè? Ze wist natuurlijk ook wel dat als het weer oorlog wordt, dat de Engelsen waarschijnlijk de Spitfire in Duitsland zouden moeten bestellen, omdat ze hem zelf niet meer zouden kunnen maken. Denk ik, eerlijk gezegd. Ja, dus dat was paniek in Europa. U weet dat ook onze Ruud, niet die van dat programma, maar onze Ruud Lubbers, was er ook tegen. En hij is de enige die gestraft is. Is dat niet zielig? Daar zie je aan dat als je de baas bent van een heel klein landje, dat ze je kunnen straffen. Kool heeft al zijn benoemingen daarna geblokkeerd. Terwijl heeft hij Mitterrand gestraft of heeft hij Thatcher gestraft? No way. Die waren veel moeilijker te straffen. Thatcher was sowieso niet te straffen natuurlijk. Die wordt pas in de hemel gestraft. En nou, dan nemen ze heel wat scherper te pakken dan hier beneden. Dat kan ik u wel verzekeren. Ja, en zo is Duitsland één natie geworden. En u onderschat toch waarschijnlijk de effecten daarvan. Dat betekent dat de Bondsrepubliek ruim 30% groter was dan die was. Dat betekent dat ook de bevolking van de Bondsrepubliek toch significant groter werd. Zo'n 80 miljoen inwoners. Dat is nog steeds het geval in feite. En nou, misschien kan ik één enkele anekdote vertellen die duidelijk maakt hoe het zit in Europa. Weet u nog dat François Hollande geïnitieerd werd tot president van Frankrijk? Dat het zo verschrikkelijk regende, dat hij uit zuinigheidsoverwegingen een relatief goedkope Citroën had genomen om de Champs-Élysées op te rijden richting Arc de Triomphe. Hij was zeiknat. U begrijpt, dat moet je metaforisch duiden. Hè? Wie had er daarvoor gezorgd, die regen? De Duitsers waarschijnlijk. Ja. Of Donald Duck. Kent u dat verhaal van Donald Duck, de regenmaker? Ja, een ontzettend interessant metaforisch verhaal. Hij kan regen maken. En u begrijpt dat ook totaal uit de hand. He? Moet u maar eens lezen. Dat is echt filosofisch gezien. Ik zie eigenlijk Karl Barks, de schrijver van die verhaal, als een grotere filosoof dan Johan Cruijff. Dat kan ook makkelijk natuurlijk. Ja. Wat deed Hollande op de avond dat hij geïnaugureerd was als president van Frankrijk? Ging hij toen gezellig met zijn toenmalige vriendin een glaasje wijn drinken? Ging hij een dansje maken in het Élysée? Nee, hij vloog naar Berlijn. Waarbij nog bijna het toestel naar beneden gedonderd is omdat de bliksem insloeg. He? Ja, je kunt er metaforisch alles van maken wat u wilt. Hij vloog naar Berlijn om met Merkel te praten. En ben ik niet begonnen vorige week met te vermelden dat Kissinger die flauwe mop had, Europa bestaat niet. Met wie zou je moeten bellen als je met Europa belt? En u weet wie u bellen moet als u klachten heeft over Europa. U kunt Merkel bellen. Ik begrijp ook niet dat Geert dat niet doet. Hè? Hallo, met Geert, we zien er niks in. Hè? Ja, heeft u hem gezien in de Rotterdamse haven? Daar voelde hij natuurlijk wel een beetje nattigheid als we eruit gaan, dat dan met die Rotterdamse haven. Nou ja, laten we het nu niet over Geert hebben. Ik ben nog twee dingen eigenlijk vergeten. En dat is dat die Koude Oorlog natuurlijk gedomineerd is door een achteraf volstrekt onzinnige en absurde wapenwetloop, die er tenslotte toe geleid heeft dat er, ik geloof, 60.000 nucleaire wapens in voorraad waren, waarmee we de planeet meerdere malen hadden kunnen opblazen als we daar aardigheid in hebben gehad. Gelukkig is het zover niet gekomen. En gek genoeg hebben beide grote mogendheden, nee, ik moet zeggen supermogendheden, want dat waren het toch wel, hebben zich uitgeput in totaal nutteloze proxyoorlogen, zoals dat zo treffend heet. Denkt u aan Vietnam? Denkt u aan Afghanistan voor wat betreft de Russen? Denkt u aan Angola? Nou, we kunnen een hele reeks van dit soort. Denkt u aan Irak? He, als u natuurlijk wel eens over die ISIS-lui denkt. Denkt u dan nooit hoe dat zo gekomen is? He, dat hebben de Amerikanen in feite gecreëerd. ISIS is niet een geheimzinnige paddenstoel die bij een beetje natte herfst weer vanzelf opschiet uit de bodem van het Midden-Oosten. Zo is het niet. Wij hebben de Irakese staat opgeblazen en vervolgens een Sjiïtisch regime aan de macht gebracht
in Bagdad, wat alle denkbare dingen heeft gedaan om de Soenitische minderheid volledig van zich te vervreemden. Zodat al die Soenitische steden, kijkt u even op het kaartje, zich moeiteloos hebben overgegeven of hebben gecollaboreerd met ISIS. Zodat ISIS nu in zekere zin aan de poort van Bagdad staat. Dat hebben, ja, ik wou wij gaan zeggen, maar zelf, mijzelf treft helemaal geen blaam. Ik kan u wel zeggen dat als de internationale grote mogendheden mij hadden gebeld de afgelopen 14 jaar, dan zouden we nu in het paradijs leven. Ik had al meerdere malen de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, echt waar. Ik twijfelde, kijk, die meneer gelooft het niet, dus die gaat weg. Ik heb er begrip voor, daar niet van. We zijn al een kleinigheid vergeten. Hebben we alle wanproducten van de Eerste Wereldoorlog en het verdrag van Versailles afgeserveerd? De Sovjet-Unie is nu verdwenen, die is geïmplodeerd als gevolg van een tekortschietend economisch apparaat. Overigens gaat het helemaal niet goed met de Sovjet-Unie. Ook denkt u dat Poetin een groot conflict wil met het Westen? Dat is wel het allerlaatste wat hij wil, want dat is een conflict wat hij altijd onder alle denkbare omstandigheden hoe dan ook gaat verliezen. Ik zei u al, Rusland is een pygmee. En ik geloof dat ik er toen aan toevoegde, het is een invalide pygmee. Het is eigenlijk een pygmee die onder het middel volledig verlamd is. Ja, je mag daar geen grappen over maken, maar dit is wel een hele treffende beschrijving van een land wat eigenlijk tot niets in staat is. Ja, en nu hebben we een rapport over die MH17 en ik denk eigenlijk dat die getroffen is door een groep vitale duiven. Denkt u dat niet? Want ja, ze hebben geen idee hoe die gaten erin komen. En ik weet niet of u dat... Nee, u weet dat waarschijnlijk niet meer. Maar er is ooit eens een Amerikaanse B1-bommenwerper neergestort omdat hij door een vlucht pelikaanten vloog. En toen hebben de Russen alles op alles gezet om helemaal langs de grens van de Sovjet-Unie pelikanen te kweken die dan in het geval van een beginnende oorlog omhoog gejaagd zouden worden. Zodat de hele Amerikaanse strategische luchtmacht door pelikanen neergehaald zou worden. Ja, nou ja, nu wordt het tijd om het af te sluiten. Maar waar ik het niet over gehad heb, en ik ga dat ook niet in detail behandelen, maar ik geef u maar aan, ook dit was een van die wanproducten van de Eerste Wereldoorlog en de Vrede van Versailles, Joegoslavië. Een probleem wat we in feite niet hebben kunnen oplossen en misschien moet ik dan toch weer zeggen, door Amerikaanse interventie is in ieder geval de zaak stilgezet en... Nou ja, wie weet zullen de verschillende onderdelen van dat hoogst ongelukkige land ooit lid worden van de Europese Unie. Misschien moet ik het daar dan maar mee afsluiten. Want heeft u er ooit over nagedacht toen dat hele cordon van sanitair van de Sovjet-Unie uit elkaar viel en in feite aan zichzelf werd overgelaten? Ja, dan wouden ze ook graag de Baltische Staten en Polen en Tsjechoslowakije als poeligs Tsjechië en Slowakije en alles wat daar nog onder hing. Heeft u zich ooit afgevraagd, wat is de toekomst van die landen? Ik bedoel, leidt dat niet tot ingrijpende instabiliteit? Kunnen die landen economisch op eigen beentjes staan? En niet voor niks zeg ik beentjes, hè? Want de Baltische Republieken zijn natuurlijk geen landen die vitaal op eigen benen kunnen staan. En wat is er gebeurd met die landen? Al die landen zijn lid van de NATO geworden. Daar kunnen we over discussiëren, maar dat gaan we nu vanavond niet doen. Ik was er toen tegen en nu ben ik in een toestand van ingrijpende existentiële twijfel op dit punt. Maar ze zijn ook lid geworden van de Europese Unie. En nooit krijgt de Europese Unie krediet voor de ingrijpende economische stabilisering van Europa na in feite desintegratie van het Sovjet-Empire. En dat zou toch eigenlijk wel eens mogen. Hè? Dan kunnen wij eruit onder leiding van Geert. Hè? En dan kunnen ze verder door zonder... Nou ja, wie weet, wie denkt dat Engeland zich eruit zal stemmen bij die fijne stemming die Cameron heeft georganiseerd. Ja, Schotland weg, Engeland uit. Nou, dan begint het inderdaad toch te worden wat het in essentie eigenlijk al lang is. Een openluchtmuseum met een succesvol financieel centrum. Dat is eigenlijk Engeland in grote trekken.
Nou, ik dank u zeer voor uw aandacht. U heeft lang geluisterd.